Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Wensink Mercedes-Benz. Hoge pieken en diepe dalen waren er vandaag voor onze wandelaars. De zeven heuvelenweg die hakte erin. Maar wie pijn leidt, mag ook iets moois verwachten. De finish hier vlakbij en onze Iceman. Dit is het Vierdaagse Journaal live. Het was vandaag de dag van de tranen. Dag 3 van de 102e Vierdaagse van Nijmegen. Straks gaan we die allemaal de komende 2 uur horen. Maar eerst, waar ging de route vandaag langs? Langs het Radboudziekenhuis. Daar trekken de lopers richting Malden en dan naar Molenhoek, waar ze zo de provincie Limburg in wandelen. In Mook slaan de dertigers af naar Groesbeek. De rest wandelt door naar Middelaar, waar Romeinse legionairs 1700 jaar geleden al marcheerden. Vlak voor Plasmolen even afkoelen in de Mokerplas en dan flink doorstappen naar Milsbeek. Vandaag zoeken we de grenzen op, want na Gennep en het altijd gezellige Ottersum gaat het langs de Nederlands-Duitse grens naar het noorden. Nog even plassen in Breedeweg en dan barst het feest los in Groesbeek. Hossend gaan de lopers door dit carnavalsdorp. Dan over de beruchte Zevenheuvelenweg. Daarna nog een heuveltje of 2 tot Bergendal en dan vlug richting Nijmegen, waar ik op jullie sta te wachten. En als je hier dan eindelijk bent, dan heb je heel erg zin in een lekker drankje. En dat kan hier gewoon, want we hebben vandaag Bram. Hallo die Bram. Goedemiddag. Wat heb jij met lekkere drankjes en wandelaars? Ik heb heel veel met lekkere drankjes. Ik serveer ze al heel erg lang. En met wandelaars, ja, ik kom zelf uit Nijmegen, dus ik ben groot fan van de Vierdaagse. Heb je ooit zelf gelopen? Nee, ik heb ooit gezworen dat ik hem nooit zou lopen. Waarom heb je dat gedaan? Het was een weddenschap. Ik heb het wel elk jaar heel erg moeilijk om die vol te houden. Nou, volgens mij ga je het vanaf nu wel rennen. Ja, dat lukt me wel, ja. Maar je bent van het bier, hè? Ja, ik ben van het bier, ja. Ik ben van Café Bier & Bites. We zijn een speciaal biercafé en we hebben ook de Nederlandse bieropleiding gedaan. Dus wij weten heel veel van bier. Ja, nou ben ik benieuwd of je alleen maar bier gaat serveren vandaag of dat je af en toe ook nog een cocktail in elkaar gaat sodemieteren. Ik kan ook heel goed cocktails maken. Wat ga je voor mij bedenken? Ik heb iets moois. Ik heb 3 verschillende cocktails in de kleuren rood, zwart en groen. Je gooit ze maar bij elkaar. Dan ga ik straks merken wat het geworden is. Ik ga ondertussen eens even kijken hoe de sfeer hier is op de wedren. Ik zie jou zo. Is goed. Tot straks. Zo. Ik zei het net al in mijn intro, het was een behoorlijk emotionele dag vandaag. En ik ben gewoon benieuwd wat de willekeurige wandelaars mee hebben gemaakt vandaag. Dat ga ik ze eens even vragen. Hallo heren. Ja, goedendag. Hallo. Hoe ging het vandaag? Heerlijk. Heerlijk gelopen. Ik heb eigenlijk een persoonlijke vraag. Heb je ook moeten huilen onderweg? Ik was wel ontroerd, maar niet moeten huilen. Dat vind ik toch al een begin. Waardoor was je ontroerd? Ja, gewoon al die mensen die langs de kant van de straat stonden. En dat gewoon het geluk wat ze uitstraalden. Fantastisch. Dat is toch gek dat het op de derde dag het hardst omhoog komt, hè? Nou, dat weet ik nog zo net niet. Ik heb de vierde dag nog niet uitgesloten. Mooi. En hoe was het bij u? Hey, het zijn geen 7 heuvelen, het zijn 17 heuvelen. We hebben ze geteld. En dat is natuurlijk heel verkeerd. Maar ik krijg al een brok in mijn keel bij de Waalbrug. Dus dit is helemaal te gek, joh. Volgens mij was je een beetje uitgedroogd, want het zijn eigenlijk maar 6 heuvelen. Nee, absoluut niet waar. Doe het maar, ga ze overdoen morgen. Ik heb ze allemaal geteld. Maar heel vreemd, hij vindt heuvel af makkelijker, moeilijker. Ben je ook ontroerd geweest of heb je gehuild? Ja, natuurlijk. Waalbrug, Vierdaagse lied. Prachtig, joh. Dat doet je gewoon wat. Cheers. Heel veel. Cheers. Hallo. Klein vraagje. Het is een ontroerende dag vandaag blijkbaar. Jazeker. Heb je moeten huilen onderweg? Ik niet. Waarom niet? Omdat ik gewoon lekker gelopen heb. Nou, dan ben je voor dit onderwerp een ontiegelijk saaie gast. Ga ik even naar je buurman. Ben je ontroerd geweest onderweg? Ik ben een klein beetje ontroerd geweest. Leg eens uit wanneer dat gebeurde. Ja, nou, onder andere. Wat zeg je? Onder andere. Beetje dat de mensen, de vrolijkheid van de mens, daar word je echt ontroerd van. Een soort positieve ontroering. Ja, positieve ontroering. Ja. Ja, dus je wordt gewoon keihard uitgelachen. Dat is hartstikke mooi, mevrouw. Maar het is mijn zwager en wij lopen altijd samen, maar nu hebben we niet dezelfde start. Nou ja, nou, dat vind ik toch wel een ontroerend beginnetje. Ja, maar goed, ik had vandaag de vroege start. Ja, ik was verdrietig vanmorgen, hoor. Wat zeg je? Ik was vanmorgen wel verdrietig. Later.
zitten. Mijn schoonzus was er niet bij. En hij heeft gesjouwd en gesjouwd en hij kwam een kwartier na mij binnen. En toen? Ja, kijk eens een kus van mij. Oh, dat tranen van geluk dat je er weer terug zag. Ja, ook. Ik ga het gewoon wat breder vragen. Wie was er hier erg ontroerd vandaag? Ja. Mijn vastloopmaatje is gestopt. Oh jee, en toen? Ja, dan moest ik alleen verder. Waar heb je de achtergelaten? Na een uur wandelen. Wat gebeurde er? Ja, de knie speelde op. Dus... En toen moest je zeggen van, nou ik loop door. En wat zei zij? Ja, zij zei, ga ervoor meid en loop voor ons samen. Nou, je hebt er in de berm geduwd en je bent doorgegaan? Nee, heel netjes achtergelaten. Tuurlijk. Maar toen was je ontroerd? Alle twee, ja. Wat waren de laatste woorden? Het gaat je goed, meid. Zorg dat ik trots op je ben. In Groesbeek stond ze er weer. En toen had ze de tranen. En ik ook. Ja, zie je. En, ja, maar dit bedoel ik dus eigenlijk. Dat is dus gewoon dag drie. Ja. Hebben voor morgen een leuke outfit. En dan moet ik alleen. Ja, jammer. Trek je ze over elkaar aan. Ja, dat is ook zoiets. Het is al zo warm, hè. Dat is ook niks. Moet jij nog een mooi jurkje? Nou, stuur hem maar op. Ik zit in een hotel hier. Oké, komt goed. Jeetje. Zie je wat ik bedoel? Het is ontroerend. We gaan eens even kijken, want ik zei het net. We hebben een hele speciale verzorging. Tot nu toe hadden we een masseur. Is lekker voor dag 1 en 2. Maar voor dag 3 heb je iets veel serieuzers nodig. En dat hebben we. En je ziet het, ik sta bij een echt ijsbad. En daar staat een Iceman bij. Ja, we doen hier heel veel immuunsysteemtrainingen. Dat doen we bij zieke mensen vanuit Zevenaar door mij therapie en training. En daarmee proberen we mensen te helpen die ziektes hebben van het auto-immuunsysteem. Ja, dat Harry Geuring ben je. Ja. Ik ben even totaal afgeleid, maar wat sta je te doen? Even wat uitkleden en klaarmaken voor het ijsbad natuurlijk. Oh, nee, oké, dan ga ik me even concentreren op het interview. het immuunsysteem wordt aangewakkerd door ijs. Hij wordt sterker. Ja, dus bijvoorbeeld bij mensen met reuma doen we onderzoek naar. Bij mensen met diabetes, auto-immuunziekten, die daardoor makkelijker genezen. Waardoor wij dan de mensen weer kunnen helpen om beter overdag te kunnen functioneren. Ja, dat snap ik dus bij als je behoorlijk erg ziek bent of de neiging hebt om ziek te worden. Maar wat heeft dit met de Vierdaagse te maken? Nou, bij de Vierdaagse, Mark Lammers deed destijds al bij de hockeydames. Hebben wij besloten vandaag ook, net als Mark Lammers, alle sporters de mogelijkheid te geven om hun voeten heerlijk in het koude water te laten stoppen. Zodat de vierde dag zonder problemen ook heerlijk afgesloten kan worden. Want wat gaat dat ijswater dan met die supervermoeide blarige voeten doen? Nou, met name niet zozeer tegen de blaren, als wel tegen de spierpijn en voor het herstel van de spieren. Er zijn altijd kleine ontstekingjes in de spieren zelf en die voorkom je hiermee, waardoor je net iets sneller herstelt dan normaal. Heb jij speciaal zo'n schitterend circuspak aangetrokken, omdat jij er zeker niet in wil? Nou, heel goed, ik wil er zeker niet in. En het pak is omdat Oost-West met elkaar verbonden. Dat komt namelijk deels uit het oosten, de therapie aan zich. En daarvoor heb ik mijn Oost-West pak maar aangetrokken vandaag. Ja, vindt het heel mooi. Ja. Nou, Jelmer, wat zo heet je. Je bent niet meer, dit is het? Ja, dit gaat het worden. Oké, dan gaan we niet overdrijven. Ik zou zeggen, laat eens voelen hoe koud het water is. Ik help hem even het water in, Jelmer, hè? Kom maar. Zo, dan meteen even... Verkoelend. Verkoelend. Je krepeert. Geef het, doe niet zo stoer. Ja, het is wel lekker, maar je ziet het. Ik heb de moeite mee. Ik ga even voelen, hoor. Oh, dat is echt kleren koud. Wel lekker nog. Nu is het al niet meer zo lekker. En nou zit je er tot daarin, maar wat gebeurt er in de onderste regionen? Ja, wat denk je zelf? Lijkt me hopeloos. Wat gebeurt er nou in zijn lichaam? Nou, op dit moment krijgt hij een koude impuls, waardoor normaal de bloedvaten dicht zouden moeten gaan. Maar doordat hij de speciale ademhalingstechniek gebruikt, blijven die bloedvaten openstaan, waardoor hij makkelijker in de koude kan blijven zitten. Ja, dat ga ik toch even testen door een extreem langdradig interview met jou te doen. En te kijken of jij maar langzaam naar de bodem zakt. Oh, dit lijkt mij echt niet lekker. Vierdaagse lopers mogen in het bad, hè, de komende 2 uur. Mag dat ook zo helemaal erin als ze willen, of is dat onverantwoord? Nee, als wij erbij zijn, mag dat. Dus wij begeleiden de mensen, we leren ze dan wel even de ademhalingstechniek ook. Maar het meest veilige is gewoon even met je voeten erin. En voor de echte diehards mogen ook even proberen om er helemaal in te gaan zitten. Ja, gewoon langzaam zakken.
zakken tot het niet meer leuk is. Precies, langzaam zakken en niet te lang in blijven zitten. Ik heb er één keer ingelegen met het middengedeelte, zeg maar. Het was niet zo prettig. Kan ik me voorstellen, ja. Dat is, maar het is leerbaar, snel leerbaar. En daarom geven de mensen ook training. En pas na een keer of 10 trainingen gaan ze in het koude bad. Even tussendoor. Jelmer, leef je nog? Gaat allemaal goed. Hoe vaak doe je dit per week? 0 keer. Maar de koude douche, iedere dag. 30 seconden. Ja, je bent gewoon afgehard. Zullen we gewoon officieel een oproep doen? Dan kijken we even naar alle wandelaars die op dit moment zitten te kijken. Op hun telefoon of in de buurt. Wil je lekker ontspannen met je voeten in een ijsbad? Kom bij Harry. Mensen, kom. Ja, hier, Jelmer en ik staan er klaar voor. Jullie zijn van harte welkom. En je wordt er zeker niet zomaar in geflikkerd, waarschijnlijk. Misschien niet. De zon is weer doorgebroken, dus ik voel een enorme aandrang om in het ijsbad te gaan zitten. Maar dat doe ik niet, want de wandelaars van de Vierdaagse die verdienen natuurlijk een enorm applaus, want het is een gierende prestatie. Maar achter de schermen zijn er ook heel veel vrijwilligers en die verdienen elk applaus. Onder meer de 750 vrijwilligers van het Rode Kruis. En op mijn beroemde inmiddels tribune, daar zitten er een paar. En waaronder de jongste Rode Kruiser van het hele team, en dat is Lisa. Hi Lisa. Hoi. Hoe oud ben jij? 15. Dat is echt best wel jong voor een vrijwilliger. Ja, ik denk, ik vond het leuk. Ja, wat gebeurde er? Je zat thuis en je verveelde je helemaal de tierenlier. En je dacht, ik word de Rode Kruis vrijwilliger. Ja, ik ben eigenlijk mee opgegroeid door mam. Die zat ook al lang bij het Rode Kruis. Dus ik ben van kleins af aan al mee opgegroeid. En hoe oud moet je zijn om minimaal mee te mogen doen? 15. Oh, dus je stond gewoon te popelen. Je dacht, nu mag het. Ja. Wat leuk. En wat heb je dan allemaal geleerd wat je onderweg kan inzetten? Het plakken van als mensen een blaar hebben. Ja, en de hitte, want nu is het wel warm. Hier ook, hè? Ja. Wat zou je mij nu bijvoorbeeld adviseren op dit moment? Een drankje. Oh, ja, ga ik zo vragen. Gewoon water. Ik had gehoopt dat je gewoon zeggen naar huis gaan, maar dat kan nog even niet, hè? Nee. Kan je ook reanimeren? Ja. Zo, dat vind ik wel een geruststellende gedachte. En dan kan het altijd nog erger, hè? Slagadelijke bloedingen en hersenfracturen, kan je allemaal? Ja, de hersenfractuur niet. Gelukkig, je bent tenminste wel eerlijk. Mooi. Ja. En wat nu verder? Ben je er te heel lang blijven? Tot vrijdag.
Ja, maar daarna, hè? Ja, dan ga ik weer terug naar huis. Ja, nou, dan zien we het weer. Volgend jaar misschien maar weer. Want mensen realiseren het zich niet, maar het is super fijn dat jullie er zijn. Ja, ik kom volgend jaar gewoon weer. Dat is vast dit wordt uitgezonden, hè? Dus dat is nu afgesproken. Ja, ja, ja. Dankjewel, Lisa. Namens al die wandelaars. Ja, het zal goed komen, denk ik. Ze hebben morgen nog één dag te gaan. Ja, er kan nog een hoop uitvallen. Ja. Fijn dat je er bent. Ik ga eens even naar Job van den Berg. Wat is jouw functie, Job? Ik ben arts bij het Nederlandse Rode Kruis. Ja, dat is meteen heel serieus. Ja, ja, dat heb je soms. Jij bent arts bij de medische dienst en je bent arts. Dus dan moet je speciaal vrijnemen voor de Vierdaagse. Waarom doe je dat? Ja, dat is een hele goede vraag. Leuke vraag ook trouwens. Dank je. En dat heeft ermee te maken dat eigenlijk de sfeer hier gewoon ontzettend tof is. Ik ben hier 6 jaar geleden voor het eerst gekomen. Het is een team wat eigenlijk bestaat uit zorgprofessionals vanuit allerlei achtergronden vanuit het hele land. Die hier met z'n allen een weekje gezellig komen helpen. En ja, dan kun je natuurlijk voor de gezelligheid kun je natuurlijk ook met elkaar uit eten gaan. Maar ja, het is eigenlijk ook gewoon ontzettend tof dat wij gewoon ook kunnen bijdragen dat die wandelaar uiteindelijk op de vrijdag die Vierdaagse uitgelopen heeft. En soms ook echt dat wel aan ons mede te danken heeft. Ja, dat laatste zeker. Je hebt mensen die worden strompelend wakker en dankzij jullie durven ze weer. Ik kan me ook voorstellen, je hebt ook Afrika-artsen, die gaan speciaal naar Afrika. Want dan leren ze dingen die ze echt hier niet zien. Zie je bij die Vierdaagse nou ook blessures die je normaal niet tegenkomt? Ja, zeker. Ja, we hebben artsen uit heel veel verschillende achtergronden. Uit de acute hoek, maar ook uit de huisartsenhoek. En we nemen steeds elkaar mee, ook naar allerlei dingen die we thuis niet zien. Dus we nemen de huisartsen mee naar spoedeisende dingen. En ik kom zelf uit de wat spoedeisendere hoek. Dus ik vind het prachtig om ook eens een keer met een huisarts te sparren over wat je nou met zo'n voetje doet. En jij staat nog helemaal klaar als die sok uitgaat. Hè? Wow, monsterblaar. En jij snel toe. Nou ja, de blaren, ja, dat is echt hun expertise. Maar als zij mijn hulp nodig hebben daarbij, dan ben ik graag bereid om hun te helpen. Wat is het ergste wat je deze 3 dagen bent tegengekomen? Deze zomer valt het gelukkig heel erg mee. En dan denk ik dat het toch wel neerkomt op onwelwordingen door de warmte, weinig drinken, dat soort dingen. Maar gelukkig zijn dat juist de mensen waar je heel veel voor kan betekenen. En die krijg je heel snel weer op de rit door ze gewoon goed te verzorgen. En dan lopen ze vaak de dag daarna. Lopen ze de Vierdaagse gewoon verder en ze lopen blij lachend weer je post uit. En dat is hartstikke tof. Ja, dan heb je niet voor niks 100 jaar gestudeerd, hè? Nee, precies. Ja, minstens 100 jaar, hè? Dankjewel ook. Namens alle wandelaars, Job, ga ik even naar Jeffrey. Want jij bent de totale coördinator van het zootje. Nou, ik ben het niet de totale coördinator. Ik ben coördinator vervoer. Dus ik hou me bezig met de logistieke zaken. Dat doe ik gelukkig niet alleen. Ik heb naast mij nog 5 coördinatoren. En daaronder heb ik 12 teamleiders voor het logistieke gebeuren. Dus ik sta daar gelukkig niet alleen voor. Als je hoort 750 man, dan denk je, er zal inderdaad wel een logistiek matje onder liggen. En dat is ook zo. Het is jouw 17e Vierdaagse. Wat blijft er zo leuk aan? De sfeer. Het is echt de sfeer. De chauffeurs die ieder jaar terugkomen zijn altijd dezelfde. Ook bij de hulpverleners zijn altijd dezelfde gezichten die je ziet. Het is gewoon een geweldig feest voor iedereen. Je ziet de hele dag ellende. Spataderen, bladers, asfalt, allergieën, mensen die duizelig worden. Nou, op een gegeven moment dan denk je, zo leuk is die Vierdaagse niet vanuit jullie hoek. Ja, en daarom zit ik gelukkig binnen op de meldkamer. Ik heb daar niks mee te maken. Ik denk dat het voor iedereen, dit is het waar je het voor doet. En je helpt die wandelaars verder, ongeacht hoe ze eraan toe zijn. We willen gewoon dat ze weer verder gaan. Ja, heb je daarom ook eigenlijk stiekem besloten dat je nooit die Vierdaagse gaat lopen? Ja, ik ga nooit de Vierdaagse lopen. Ik vind het veel te leuk om te helpen. Oh, ik dacht dan kom je in de handen van de Lisa's terecht en denk je, nou dat moet ik niet hebben. Nou, misschien over een paar jaar blaren prikken. Ja, zou dat mooi zijn, bladen prikken? Ja, nu mag ik het nog niet, helaas. Zie je, helaas, je zat te popelen, hè? Rode Kruisers, dank jullie enorm. Want, zonder jullie geen Vierdaagse, zou ik het zeggen. Zullen we een applausje voor de Vierdaagse Rode Kruisers, jongens? En ook voor jezelf. Echt geweldig. Zo, 100 debutanten, die hebben zich verzameld. Jonge kinderen die voor het eerst de Vierdaagse lopen in het V-team. En die lopen voor de vrede in de wereld. Nou, een beter doel kan ik bijna niet verzinnen. En gisteren zat Hanin bij mij aan tafel, hierachter, uit Syrië. En wij zijn vandaag een dagje met haar meegegaan. Met haar geliefde militairen. Oorlog
is stom, er moet gewoon vrede zijn op aarde. Als je geen vrijheid hebt, bijvoorbeeld in Syrië, dan kan je niet buiten spelen. En je kan bijvoorbeeld niet naar de supermarkt om eten te halen. Ik kom uit Syrië en daar is er oorlog. Thuis woonde ik met mijn opa en oma. Je kon niet naar elke plek in Syrië gaan, want daar is er bommen en zo en sirenes. Vrijheid is goed voor je, omdat je dan echt vrij bent. Omdat je dan niet echt dingen moet, maar mag. Je moet eigenlijk gewoon doen wat je wil doen. Bijvoorbeeld als ik wil voetballen, dan ga ik voetballen. Kan je aan mensen uitleggen wat oorlog betekent? Discriminatie en zo. En je voelt gewoon je niet fijn. Het is beter om veilig te voelen. Ik was best wel benieuwd naar Nederland. Ik vond het gewoon freedom. Ik kan alles doen. Ook mezelf zijn, gek zijn. Ik vind dat je overal mag staan en zeggen wat je wilt. Het is heel belangrijk, want je voelt je fijner. Wat vindt u van het V-team? Dat vind ik heel knap. Op die jonge leeftijd zou ik het ze niet nagedaan hebben. Want dit is voor mij nu de eerste keer dat ik het doe en ik heb het al zwaar, dus laat staan als ik jullie leeftijd was geweest. Dus ik heb daar heel veel respect voor. Ik vind dat heel knap voor jullie. Wat vindt u van dat wij voor vrede lopen? Nou, dat past heel goed bij wat wij als luchtmacht doen. Want wij werken tenslotte ook voor het behoud van de vrede. Vrijheid, ik vind het heel belangrijk. Als je nu ook kijkt hoe wij hier met elkaar omgaan nu zo. Wij kunnen gewoon hier doen en laten wat we willen, zoals vandaag. We zijn lekker aan het wandelen, we hebben ervan genoten. Dankzij vrijheid kunnen wij dit nu doen zo, zonder dat wij ons zorgen hoeven te maken. Ik vind vrijheid belangrijk omdat mensen kunnen gewoon zichzelf zijn. Ook als je andere mensen niet goed vinden, dan is het gewoon goed. Er is niemand normaal, dus vrijheid is gewoon alles. Kunnen kinderen daar eigenlijk nog iets aan doen, aan vrede in de wereld? Nou, zelf niet beginnen met vechten eigenlijk. En als grote mensen iets meer zouden luisteren, hoeft niet altijd, maar gewoon iets meer luisteren, dan komt er misschien ook wel weer meer vrede in de wereld. Ik denk dat iedereen kan vrijheid krijgen, maar we moeten wel eraan werken. Ik zit weer midden tussen het V-team. Het begint een beetje als mijn nieuwe familie te voelen. Gezellig allemaal geadopteerde kinderen. En naast me zit Flynn. En hoe was het vandaag, Flynn? Heel leuk. Het is de leukste dag, maar het was ook meteen de zwaarste. Waarom? Nou, omdat we moesten heuvels op. Alleen is niks vergeleken met Oostenrijk. Alleen... Ja, dat weet ik ook wel, maar het zijn wel heuvels. Ja, sommige die waren best stijl. Vooral de eerste waar we op moesten en de laatste. En we gingen proberen met de passen van de militairen te lopen. Dat lukte wel, alleen toen moesten we weer het V-team bij en dan ging het langzamer. Oh ja. En toen werd je weer moe. Ja, daar word je weer moe van. Het schijnt dat jij gewoon een ongelofelijke oude kletskous bent, hè? Jij kletst de hele weg door. Dat is waar, ja. Oh, dat weet je zelf ook. Dat scheelt wel. Waarom klets je altijd? Zodat het gezellig maakt en zodat je niet hoeft te denken aan het lopen. Zijn wij familie van elkaar, denk je? Kan. Ik denk het wel, ergens ver weg. Wat is het leukste verhaal wat je vandaag verteld hebt? Ik heb samen met een paar vrienden Disney liedjes en normale liedjes hebben proberen te raden. Oh, en wat was het moeilijkste liedje? Doe eens een liedje. Ik weet niet. Wat hebben jullie gezongen onderweg? Patat, frikandellen en appelmoes. Kip, patat, frikandel en appelmoes. Hoe gaat die? Kip, ik eet patat en appelmoes. En voor de rest zit ik niet meer. Best wel een lelijk liedje, hè? Ja, een beetje. Uit 1980 ergens. Ja, ja, toen was ik er ook al. Hey, wie had er hier gisteren iets met waterpistolen? Wie was dat? Oh, jij hebt mij nat zitten spuiten, hè? Ja. Waarom was dat? Gewoon omdat Taco dat wou. En wist je dat we vandaag een ijsbad hadden? Ja, eigenlijk wel. Ja, dus misschien was je timing niet helemaal optimaal? Nee, niet echt, nee. Nee, dus ik zou maar gewoon stil blijven zitten en niet meer beroeren, goed? Oké. Okay. Ja, je bent gewaarschuwd. Hey, hoe ging het met plassen onderweg? Ik heb niet onderweg buiten geplast, maar wel in de Dixie. Oh, en kon je die op tijd vinden? Ja, want volgens mij staan die wel genoeg over de route. Dus. Wie heeft er onderweg op rare plekken geplast? Eerlijk zeggen, oh kom eens, waar heb je geplast? Gewoon in een bosje. Niet in een voortuin? Nee, dat niet. Je wordt rood, ik geloof je niet. Nou, je moet me toch echt geloven. En de meisjes dan, maar die moeten allemaal naar een Dixie. Ging dat bij jou goed? Ja.
Net op tijd allemaal gevonden. Mooi. Oh ja. Daar staat iemand te plassen. Daar staat iemand te plassen. Dat is toch niet normaal? Dat is toch niet normaal? Hij moet zijn handen wassen. Hij moet zijn handen wassen. Anders is het illegaal. Anders is het illegaal. En van je was dus een kleuter. Er was dus een kleuter. Die had heel erg rood haar. Die had heel erg rood haar. Hij had verkeerd geschoten. Hij had verkeerd geschoten. Toen kwam die in een ijsbad. Toen kwam die in een ijsbad. En van je hela hela. En dat ben jij. En dat ben jij. En dat ben jij. Zo. Kom jij maar eens mee. Zo. Dan ga je. Dan ga je zo. Ah, laten we dat maar niet doen. Laten we dat maar niet doen. Jongens, tot morgen. En gefeliciteerd met je verjaardag. Is ook nog 1 jarig. Ah, wil ik toch nog even weten. Hoe oud ben je geworden? 12. En hoe heet je? Dat kan je zien. Pepijn. Pepijn is 12 geworden. Jongens, ook nog even hoera voor Pepijn. Barbara? Ja. Mooi. Op de tribune iemand die achter de schermen ook aan het supporteren is. Als je 4 dagen lang echt alles doet om een held te onthalen, nou ja, dan klopt dat omdat je heel hard gewandeld hebt. Maar Barbara hier, die heeft een heel ander verhaal, Barbara. Waarom ben jij hier? Van de politie. En waarom ben jij van de politie? Nou, ik ben niet van de politie, maar ik ben voor de politie. En waarom ben je voor de politie? Mijn passie. Waar is die vandaan gekomen? Nou, van heel vroeger al. Van vroeger wilde ik bij de politie als kind zijn en als ik een jong meisje zijnde. En ja, mijn moeder was ook helemaal tevreden. Had ook een passie. Daar heb ik een beetje van overgenomen. Dus jij bent langs de route. Ja. En ik herken ze ook altijd wel hoor. Als er zo'n bataljon agenten langskomt. En wat gebeurt... je begint nou al te lachen. En wat gebeurt er dan met jou? Geweldig. Onbegrijpelijk. Ja, het is bijna een woord uit te drukken. Nee, echt niet. Het is zo mooi. Het werk wat ze doen ook, hè. Jawel, maar dan komen de prachtige Italiaanse militairen langs, schitterende Schotse militairen, prachtige PTT-uniformen, allerlei leuke dingen. Nee, ik wacht dan bij de Nederlandse politie. Alleen de Nederlandse politie? Ja. Hoe diep zit dat bij jou? Heel diep, heel diep. Want wat ligt er naast je op de stoel? Foto's en badges en t-shirts, ik heb thuis nog veel meer. Ik loop even om, want dit is jouw hele verzameling hier, hè? Oh, nee hoor. Nee, maar ik bedoel, dit is echt waar jij het helemaal voor doet. Ja. Ja. Hoe kom je aan al die spullen? Het al meer eigenlijk. Hè. Het is van elk jaar komt er een veiligheidsdag in Almere. En die plunder jij helemaal? Ja, zo'n beetje. Ja, ja. Hoe groot is jouw verzameling ondertussen? Ik heb een heel dressoir en mijn kast ligt allemaal vol. Wat is je pronkstuk? Heb je dat bij je? Mijn pronkstuk? Nou, dat is al van de politie op de motor. Hè. Pak hem even op. Dit is de politiemotor. Met bijbehorende agent. Ja, en, groter, hoor. Wat zeg je? Ik heb een groter. Die vind jij nog mooier natuurlijk. Ja, hoe groter hoe mooier. Maar die kon je niet meenemen. Maar dit staat bij jou op dressoir. En dan kijk je elke dag naar en wat doet het dan met je? Ja, trots. Daar word je wel helemaal blij van. Ja, ja. Ja, ik krijg je regelmatig naar. Hè. Ik heb, ja. Nou ben jij een supporter en die politieagenten die komen natuurlijk morgen allemaal binnen in die prachtige uniformen met blaaskapellen en opgepoetste knopen en helemaal fantastisch. Maar wij kunnen ze nu natuurlijk even namens jou bedanken. Dus misschien moet je maar even de camera inkijken. Ja, dit is je moment. Nou ja, alle politiekorpsen van Nederland, respect voor jullie wat je doen en dat lopen allemaal. En denk nog eens aan mij. Ja, denk nog eens aan haar. Dankjewel. Wie heeft de grootste? Ik ben! Ik zeg 2,5. Ben ik de beste nu of niet? Tot nu toe wel, maar we zijn net begonnen. Nou, nee, ik hoop dat er nog iemand overheen komt. 2 bij 2, maar dat laten we niet zien, hè? Nee, gaan we niet doen. Ik geloof dat we ook een wedstrijdje kunnen doen. Wie heeft de meeste watten? Kunnen we doen, ja. Ik heb er nog een paar in mijn tasje. Wilt u even meten?
Nou, bijna over de hele breedte. Ik denk 1 centimeter of 6. Ja, hij is groter. Hij is wel bijna 2 centimeter, hoor. Ben ik de winnaar nu? Nee. Nou, daar baal ik van. Ik? Meten? Nou, doe jij het even dan, want ik kan er niet bij. Nee, ik heb niet de grootste. Nee, nee, ik ga het niet winnen vandaag. Nou, kijk maar eens. Ik heb net maar een foto. Dit is er eentje dan, hè? En er zijn er nog een aantal, dus ja, 4,5 centimeter haalt hij wel, hoor. Ja, in de ronde dan, ja. Zes centimeter, dacht u? Ja, dat denk ik, ja. Helaas, hij is geen 6 centimeter. 4 centimeter. 4? Ja, ik kan het zelf ook moeilijk meten van al met mijn voet. Ja, 7 centimeter, zeker wel. Tikken we wel aan. Dus ik heb foto's gemaakt en ik vond het heel leuk. Dit was hem. Is het de grootste die jij zelf ook gezien hebt? Vandaag wel. Dit jaar wel, laat ik het zo zeggen. Het is nog maar de derde dag, wie weet wat er nog komt. Yes, de grootste blaar! Woehoe! Als het maar weer goed verder kan lopen. Ik ben blijer met de medaille morgen dan met de grootste blaar, om eerlijk te zijn. Nee, ik vond hem heel mooi. Dankjewel. Zo, bij de finish, hier links naast mij, gaan wij eens even vragen aan de lopers hoe het staat met de blaren. Zo, ja, eerst maar eens even een stoere koninklijke marchosist. Hallo? De Marine. Oh, Marine, nou bij één letter goed. Ja. Hoi, wie ben je? Ik ben Brian. Brian, hoe ging het? Ja, ging super. Het is voor mij de eerste keer en nou, ik vond het super gaan. Maar je hebt net die 7 heuvelen in de kuiten. Ja, ja, dat klopt inderdaad. Nou, die 7 heuvelen, ik vond ze wel meevallen. De op was makkelijker dan omlaag weer. Dus, ja, dan gaat het rekken en strekken. Ja, 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 ja. En de schenen, dat voel je wel. Dus mag ja. Goed doen. Maar nou heb jij van die verplichte militaire dingen aan je voeten. Dat klopt. Hoe staat het met de blaren? Ja, blaren die hou je sowieso. Hè. Dus dat moet je gewoon stand op nul en doorgaan. Dus, gewoon blaren tussen de tenen, de hakken, de hielen, de ballen? Overal. Dus, echt op de bal van de voet ook, dat doet zo zeer. Ja, op de bal van de voeten, wat blarenpleisters erop, lek prikken en gaan. Dus perfect. Ja. Echt een stoere man, hè? Ja, ja, dat, ja, zo mag je het noemen. Je hebt toch best een vriendelijke uitstraling, gelukkig. Ja, nou, dankjewel, dankjewel. Hey, veel succes morgen. Dankjewel. Ik ga even kijken naar iemand waar het iets minder florissant mee gaat. Goed. Dankjewel. Hey, hoi. Zo, hoi. Veel te gezond. Wie heeft de blaren? Jongens, willen een paar blaren. Heb je blaren? Ik heb 2 blaadjes. Oh, dat is veel te weinig, joh. Ik zoek lugubere blaren. Dat heb ik niet. Nee, dan mag je door. Dan, dankjewel. Tot morgen. Ben ik niet geschikt voor uitzendingsmateriaal? Ja, met deze. Oké, okay, dus, nee, dankjewel. Te weinig. Hoi. Okay, hallo, hoi. Ik ben even live. Ik ben even live, joh. Zo, hi, klik. Hallo. Ik wil even iemand waarvan het niet zo heel goed gaat. Deze meneer. Gaat het goed? Oh, jammer. Prima, is jammer. Wie heeft er echt veel pijn op het moment, jongens? Ik wil even een... Ja, kom maar even. Doet het een beetje zeer? Nou, moet je toch even uitleggen, die 7 heuvelen. Iedereen heeft het er elk jaar weer over. Hoe erg is het nou precies? Eigenlijk is het helemaal niet zo erg. Eigenlijk is het gewoon een feestje. Dat is zo'n leuke straat dat het leuk is. Ja, dat is supergezellig. Maar je zei, pijn doet het wel een beetje. Ja, pijn doet het wel een beetje, maar die vergeten we heel snel. Ja? Hoe erg is het hier? Nou, nu gaat het wel goed. Gisteren ging het minder goed, maar nu is het beter, ja. Je bent er gewoon door alle blaren heen gelopen? Ja, het zit in je hoofd, het lopen. En deze keer zal het goed en gisteren wat minder. Maar... Ja, hoe heet je? Kim. En dit is je moeder? Ja. En hoe heet moeder? Sandra. Zo, Sandra en Kim. Er zit een popduo in toch bijna? Heel lang geleden. Tips voor mensen die morgen aan de start moeten. Wat moet je doen? Gewoon ook weer verstand op nul lopen? Ja, zeker. En genieten. Zeker. Gewoon genieten. Gewoon zeker genieten. Ga ik jullie morgen zien, jongens. Heel veel plezier. Tot morgen. Jo. Zo. Er zijn allemaal nog steeds hele leuke wandelaars, hè? Hallo, jongens. Gaat het goed? Geen blaren? Nou, we hebben het gelopen. Jij hebt gelopen, maar heb je blaren ook? Nee. Hoe kan dat nou? Weet ik ook niet. Iedereen zegt, dag 3 is een emotionele dag. Iedereen moet huilen en het doet zeer. Nou, ik heb een klein beetje pijn. Waar heb je pijn? Voeten. Denk je dat het nog erger wordt? Nee. En hoe is het bij jou? Best. Ook best? Ja, ik had wel blaren, maar die zijn over. Gewoon even geholpen en toen was het over? Ja, maar mijn vader heeft niet gehaald op klompen.
Oh, jij zit op klomping. Daar heb je hem. Oh, dat is vader. Vader, kom even bij. Want jullie zaten op de tribune. En nou, heb je het niet gehaald? Nee, ik had, na de eerste dag heb ik het al opgekeken. Maar morgen doe ik ze weer aan. Je bent wel doorgelopen. Ja, ik heb de eerste dag wel volgebracht met de klompen. Maar toen de volgende dag ging het niet lukken. Nee, ik denk, dat ga ik niet doen. Gewoon op schoenen en je loopt hem gewoon wel uit. En helpen. En maar morgen trek ik de klompen weer aan. Dan gaat het. Vind ik wel stoer. Wat vind je nou eigenlijk van je vader? Ja, watje. Een beetje een watje ben je. Ja, nou ja, zei zo hè. Soms moet je jongeren voor laten gaan. Zo vroeg al. Ja. Helaas. Niks aan te doen, vader. En de andere twee? Jasper heeft het wel gehaald op klompen. Dus de hele familie komt uiteindelijk wel op de finish? Ja. Mooi jongens, gefeliciteerd. En help je vader morgen een beetje, is dat goed? Ja. Beter kan je het niet doen. Tot morgen jongens. Dag. Hoi. Ja. Vermoeiend is het, dat merk je. En slaaptekort, dat hebben we allemaal. Ik ook. Maar er is één iemand die slaapt overdag. En daarom is hij 's nachts op zijn best. Nachtverslaggever Angelo. Overal op de Zevenheuvelenweg in Groesbeek was het om 3:00 vanmorgen nog heel stil. Overal? Nee, op één plekje niet. Goedenavond, meneer. Goedenavond. Nou, wat wilde ik allemaal weten? Is allemaal filmen? Het is hier wel gezellig, geloof ik. Ja, het is, ja, het is super gezellig. Heel gezellig. We hebben een hele avond zitten wel hier een beetje te peuzelen. Te peuzelen, wat er rond te kijken. Dit is Brabantse gezelligheid? Ja, ja, dit is nou ja, Brabantse gezelligheid. Het zie je wel, hey. Al die flesjes. Wij blijven heel de nacht wakker tot morgen vroeg tot de eerste wandelaar voorbij komen. Ik heb een vrachtwagen. Kijk uit als we hier onder de kont rijden. Ik ben de Zevenheuvelenweg afgegaan, maar dit is de enige plek waar nog een beetje levende brouwerij is. Ja, zeker. Dat zijn dan Brabanders. Hè. Wij zijn echte Brabanders, ja. Begonnenjes. Dus wij houden van een putje bier en lekker gezelligheid, dat zie je wel. Dus keigezellig. En er nog een pilsje, want de lopers zijn er nog niet. Ja, zeker. Wij drinken nou niet te veel, anders hebben we morgen niks meer. Hè? Voor Brabantse begrippen is dit vrij weinig bier. Wat hier staat. Eigenlijk wel. Morgen vroeg 7:00 zijn we weer paraat. Ja, en slapen, komt dat ervan of niet? Jawel, of gewoon dadelijk doorhalen? Even. Maar de wekker wordt weer gezet en dan vanaf 7:00 zijn we hier. De eerste loper mag bij ons aankloppen. Ja, de eerste loper kan hier aankloppen. Dan zijn we er weer. Een zus loopt mee, ja. Van die twee, de zus. Die loopt morgen mee. Ja. Dus daarom zitten we hier. Hey yo, lopen. Ja. Hey yo, en de rest! De cliffhanger van vandaag heet Peter. Kijk hem eens hangen. Dat belooft wat voor straks. We zullen nog in de foto en dan gaan we naar bed. Ja. Zo, wie eerst een ander item. Al de hele week komt er van alles langs op onze speciale tribune. En dat mag, daar is hij voor bedoeld. Mooie verhalen, speciale verhalen, soms hele droevige verhalen. Maar je moet wel een nummertje trekken. En wie heeft er een nummertje? Bijvoorbeeld Willem, heb je een nummer? Ja, geluksgetal, 7-7. 7-7, nou, oh ja, het is geluksgetal. Ik kom even naast je zitten, mag dat? Want wat is je verhaal, Willem? Wat mijn verhaal is? Dat ik vorig jaar, deze week, geopereerd ben aan alvleesklierkanker. En dat ik een jaar later de Vierdaagse loop, en ik heb dag 3 erop zitten. Ik ga even bijkomen, Willem, want dit is echt de dag van de tranen, zeiden we al. En dit klinkt als een heel bijzonder verhaal. Alvleesklierkanker is niet een kanker die je hebben wil, hè? Nee, dat zei ik ook. Het is helemaal het verkeerde lot toen het gebeurde. En dan ga je door een enorm diep dal. Ik ben gelukkig nog geopereerd. En na een half jaar chemo ben ik er ook nog. En dat kunnen maar 15 van de 100 mensen zeggen, nog niet eens. Ja, dat wou ik niet meteen zeggen, maar de genezingskans is heel laag. Hè? Heel laag, heel laag. Dus je hebt een engel op je schouder van enorme proportie. Twee engelen. Ja. Twee aan beide kanten. Absoluut. En op een gegeven moment, toen dacht je, ik zou die Vierdaagse weer willen lopen. Ja. En toen hoorde jij dat het mocht, hè? Zullen we gewoon even gaan kijken naar dat moment? Dan mee, heb je dat? Dat hebben wij, kijk even. Ja. Dag Eva, goedemiddag met Willem Bredhouwer. Ja. Goedemiddag, jullie zullen het verschrikkelijk druk hebben. Ja, dat klopt. Ja. Ik heb voor laatst deelgenomen in 2012, zou dat kunnen? Ja. Ja. Nou, dan hoeft u helemaal niet mee te loten, want u heeft eerder 2 keer hem al succesvol reglementair uitgelopen. Geweldig!
Dus dat is helemaal niet voor u om van toepassing. U kunt gewoon inschrijven en het geld overmaken en dan is het geregeld. Ik doe gewoon mee. Wat fijn. Ja, dat kan je bijna niet anders omschrijven als een euforisch moment. Nou, dat was het ook, want ik had er eigenlijk niet op gerekend. Ik denk, je zal toch niet ingeloot worden? Hè? Het zal er niet gebeuren. En toen zei de mevrouw van de administratie, ja, maar u heeft al een keer gelopen. U zit er gewoon in. En ik was zo blij, want dan gaat je plan in één keer in werking. En dat plan was, nou mag ik weer gaan trainen. Nou heb ik een doel om naartoe te werken. En die 4-5 maanden had ik nodig om mijzelf weer die boost te geven. Is het verantwoord? Voel je je goed? Ik voel me echt supergoed. Ja, ik weet niet of het verantwoord is, maar ik heb natuurlijk wel gevraagd aan de chirurg, kan dit? Maar hij zei, ja, je moet het gewoon gaan doen. Ja, en hoe voel je je nu? Ja, ik bedoel, ik ben net zo moe als 6 jaar geleden toen ik hem ook liep. Maar ik voel me toch euforischer, omdat ik ben 15 kilo lichter. Dat is voordeel van afvallen door kanker. Ik kan bijna zeggen, het is voordeel van kanker krijgen, maar dat bedoel je niet. Ja, hè? Maar een bijkomend voordeeltje. De mens heeft een crisis nodig. Maar ik heb hem meegekregen en het is verantwoord en ik doe het gewoon. En je loopt in blessuretijd. Nee. Totaal niet. Zo, als je toch van alvleesklierkanker geneest, dan is de rest toch allemaal winst? Ja, dat is waar. Alleen, je kan ook zeggen van, die 15% die haalt het en die gaat ervoor. En daar hoorde ik bij. En voor mij was het even zoeken. Ik ben ook bij de Maag-Lever-Darmstichting terechtgekomen. Die hebben mij die goede voorlichting gegeven. Die hebben de richting gegeven. En die jongens hebben mij gezegd, je moet in dat en dat ziekenhuis zijn. Nou, vanaf dat moment heb je zoiets van, ik ga dit overwinnen. En dan zit ik niet meer in blessuretijd. Dan zit ik gewoon in de reguliere speeltijd. Gewoon weer in het volle leven. In het volle leven. En wat is je gevoel nu over die laatste 3 dagen? Je hebt zo'n enorme prestatie geleverd. Ja, ik zie dat niet als een prestatie. Maar ik zie het wel als, ik ben een ex-patiënt die weer terug is. Die helemaal in dit vierdaagse universum weer zit. En ik heb dan wel iets extra's meegekregen, dus ik heb een extra dimensie erbij. Maar ik geniet nog steeds met volle teugen van die vierdaagse. Dat snap ik. Ben je blijer dan 6 jaar geleden? Ja, ik denk het wel. En ik denk dat morgen de echte emoties ook komen. Dat denk ik. Hadden wij vandaag, maar die krijg jij morgen. Nou ja, vandaag is een kantelpuntdag, heb ik gezegd. Het is de kantelpunt van als je die 7 heuvelen hebt, dan kantelt het naar de goede kant. En ik ga hem morgen halen. Ik ben ervan overtuigd. Ik ben er ook van overtuigd. Ja, ik vind het echt een supermooi verhaal. Nou, dankjewel Willem. En het gaat je heel goed. Dankjewel. En tot morgen. Je. Tot morgen. Mooi. Dan gaan wij naar Henny en Trudy. Zijn die ergens? Henny en Trudy? Die zitten achter mij. Henny en Trudy, ik kom naar jullie toe. Nou, blijf maar zitten gewoon. Als je dat heel erg fijn vindt. Vind je dat fijner? Nou, dan ga ik naar jullie toe. Hoi, wie is Henny en wie is Trudy? Ik ben Henny. Nou, dan ben jij Trudy. Dat kan niet anders. Zo makkelijk is het. Wat is jullie verhaal? Ons verhaal is, we hebben 5 keer de 40 gelopen en dit jaar 1 jaar overgeslaan. En ik mag nu 30, want ik woon in oktober 60. En we lopen samen, zusjes voor het leven, zeggen we. En mijn zus maakt heel veel mee. Die is mantelzorger voor haar man. Dus, Dan ga ik even vragen aan je zus. Ga maar aan je zus. Trudy. En als ze het niet verder kan antwoorden, dan vul ik het wel in. Dat is mooi. Was Trudy toch daar? Ja, dat is Trudy. Oh ja, Trudy. Hoi Trudy. Hallo, hallo. Je bent mantelzorger? Ja. Al vele jaren. Moet je even uitleggen? Wat moet ik dan uitleggen? Ik zorg voor mijn man. Wat heeft je man? Mijn man heeft veel gehad. Heel veel. Achter elkaar aan? Ja. Dus waar begon het mee? Het begon met een lichte hersenbloeding. Zie je nou? Ja. Ja, we gaan weer even hoor. Het is weer even de dag van de tranen. Ja. Jongen. Maar we gaan het toch vertellen. En ik had vandaag een slechte dag. Wat had je dan? Nou, ik had gewoon last van alles. Wat er gebeurt in je leven. Ik kwam allemaal langs. En gisteren was ik heel blij, want toen is hij met mijn dochter hier gekomen. Hij is komen kijken? Ja. Dat was een beetje de dag daarna. Oh, je krijgt even een tissue. Kan je even lekker snuiten? Nou, doe maar even. Zo. Ja, nee. En dus gisteren was het een supermooie dag? Gisteren was een supermooie dag. Die werd afgesloten met een verrassing hier, daar vlak in de bocht bij Albert Heijn. Dat was mijn man en mijn dochter. Ja. Wat wil je nog meer? Ja, maar dan krijg je de klap daarna vandaag, hè? Precies. Heel erg. Maak het verhaal eens af. Hij kreeg een lichte hersenbloeding en toen? Nou, het jaar erop slokdarmkanker. Een paar jaar later een hartaanval. En voor kleine 2,5 jaar terug is vasculaire dementie geconstateerd. Dus het is veel. Een mantelzorger met een hoofdletter M, hè? Ja, eigenlijk wel. Kan je het volhouden? Jawel. Hoe doe je dat dan, net zoals je die vierdaagse doorloopt? Onder andere.
dat is wel een weekje dat je hoofd leeg maakt. Lekker gek doen en genieten. Ja. Ja, echt. Ja, dat moet echt, hè? Ja, dat moet echt. Dan zitten we door lachende tranen heen. Ja, ja, dat zit dicht bij elkaar. Dus, ja, precies. Dat is zo. Jeetje, ga ik nog even naar je zus vragen. Hoe sleep jij je zus er nou weer doorheen? Nou, door haar op te peppen. En haar mee te slepen en mee te leven en te luisteren. En dat ik zeg, kom op, we gaan ervoor. En ik wist het vandaag wel, want dan is ze zo stil. En ik denk, dan is het niet goed, maar zo dan weet je al hoe de voeten stampen. Ja. Allebei, nee, maar het is voor haar een week vakantie. Dus er zit meer in dan de vierdaagse. En, maar we zijn superzusters. Ik wil even zeggen dat we ook drie lieve broers hebben. Ja, daar heb je deze week niks aan. Ja, daar hebben we deze week niks aan. Want die zijn gewoon superzusters. Het gaat jullie goed. Sleep elkaar morgen door de finish. En geef je man een dikke zoen. Ja, dat ga ik doen. Mooi. Dan gaan wij naar Groesbeek. Want als ze nou ergens feest kunnen maken, dan is het in Groesbeek. En ja, dat is een carnavalsdorp. En dat wou ik niet missen. Dus ik ben gaan kijken. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zie je eruit? Zie ik eruit? Ja, een gele bril, allemaal gedoe en die nagels. Is het niet mooi dan? Ja, prachtig. Ja, dat dacht ik ook. Leg even uit. Nou, ik loop dit jaar niet mee en ik heb jaren gelopen, 12 jaar. En dat deed ik het altijd. Ah, permanente vierdaagse kleuren. Permanent. Heerlijk. Heerlijk, hè? En hoe ga je juichen straks? Heel hard, want er komt mijn dochter langs. Laat maar, je dochter komt er nu aan, laat maar zien. Nee, nee. Is dat van jouw toilet 50 cent? Mm-hmm, ja. Het is wel een beetje duur, hè? Ja. En hoeveel verdien je nou op een dag? Dat weet ik nog niet. Wat denk je? 4 euro. 4 euro? Ja. Gaan er maar 8 mensen plassen? Dat weet ik niet. Je weet het maar niet. Maar als er nou 1 iemand komt, hè, je hebt ze vaak van ver weg, en die poepen meteen je hele wc vol, wat doe je dan? Schoonmaken. Ga je zelf doen? Ja. Nou, veel plezier. Dank je wel. Mag ik even? Ik heb geen geld bij me. Wat is dit? De heiknuten zijn reden. De mussen vallen dood van het nachtje met een sjaal om. Ja, dat maakt niet uit, gezellig. Nou, laat maar even zien dan hoe mal die club is. Hallo? Goedemorgen. Wat zit je lekker klaar? Ja, dacht ik. Heb je nou een stoeltje met een parasol eraan vast? Ja, voor de zon, hè? Dat is wel makkelijk. Dat is wel super handig. Dat dacht ik. Kan je even laten zien hoe snel jij het parapluutje kan uitklappen? Oeh, dat is wel moeilijk. Moet ik even kijken. 3, 2, 1, go. Nee, dat gaat niet snel, nee. De eerste 5000 wandelaars zijn achter je rug gepasseerd nu. Kijk. En dan ga je weer zitten. Ik heb het geklokt op 18 minuten. Oh. Je was aan het slapen. Zometeen komen er heel veel wandelaars met klachten. Ja. Hoe ga je ze opvangen? Niet. Nee. Jawel, je bent een masseuse. Ze rekenen op je. Ja, ik weet het. Ben je op tijd wakker, denk je? Ja, ja, ik ben al wakker. Dan vraag ik het nog een keer. Ben je er helemaal aan toe? Ze komen eraan. Ja, ik ben er klaar voor. Oh, kom maar even. Jeetje. Midden Groesbeek, heel veel tranen. Ja. Wat is er aan de hand? Ja, het is gewoon zo mooi, al die mensen. Het is gewoon tranen van ontroering. Ja, en pijn in mijn voeten. Ja, maar wat lief. Want ja. Dat snap ik heel goed. Dan loop je zo uit de rust, loop je Groesbeek in. Het is nog vroeg. En dan denk je, oh. Ja, dat irriteert me ook mateloos. Al die mensen zeggen de hele tijd goeiemorgen, maar het voelt al als nacht. Het is al heel lang morgen en het wordt nooit middag. Wel, want je hoeft alleen nog maar 7 kleine piepkleine heuveltjes over. Ja. Gaat het gebeuren?
Ja, moet wel, hè? Oh, iemand in een groene polo. Hoe is het? Ja, heel goed, ja. Maar wat me opvalt, is dat ze allemaal beginnen te huilen als ze jou zien. Hoe komt dat? Ik weet het, het is misschien een slechte adem, maar... Dat zal wel zo. Wat heeft u met de Vierdaagse? Alles, ja. Ik geniet ervan. Je hebt ook iemand bij je? Is dat een Vierdaagse scharrel? Of... ja. Een Vierdaagse scharrel. Kijk, dat hebben wij graag. Van die kleine onthullingjes. Ik ga niet verder vertellen. Hallo burgemeester. Goedemorgen. Hoe is het? Ja, hartstikke goed. Hoe feestelijk is het? Het begint nu vol te lopen, hè? Ja, het begint nu helemaal vol te lopen. We staan hier al een uurtje of anderhalf te kijken, maar het wordt steeds leuker. Waarom zie je er zo uit, heel officieel? Is dat niet te warm? Het is hartstikke warm. Het pak kan straks zo de zak in voor de stomerij. Hoe heb je je voorbereid op vandaag? Heb je geoefend met zwaaien of met feestelijk kijken? Ja, meestal iedere dag een uurtje in de spiegel wuiven, lachen en dan langzaam opbouwen. Ja, mooi. Controle. Oh, even blazen dan. Even blazen. Nee. U mag de route niet op. Hè? U mag de route niet op. Oh, jawel, een klein stukje. Zonder bovenkleding mag je geen kant op. Waarom niet? Dat is verboden. Ja, waarom zou dat verboden zijn? De officiële reglementen. Nee, bij ons niet. Hè? Bij ons mag je alles. Nou, kom maar dan. Gaan de voeten er al in? Voor mij kunnen ze er wel even in. Laat eens zien. Oké. Okay. Lekker? Oh, ja, het is heel even lekker, maar daarna doet het echt heel veel pijn. Nou, laat hem maar even zitten dan. Lekker, hè? Verzorging hier op de wedren. Verzorging tijdens de Vierdaagse, dat is ook een ding. Elke morgen hebben wij live een super schone wc waar heel veel mensen gebruik van maken. Maar vind maar eens, als je moet, op die route tussen al die mensen een wc die dan ook nog een beetje schoon is. Dat is al jarenlang een grote zorg. Nog één! En nog één! Komt u maar, mevrouw? Nee, een schone hoor. Dat is de wc-rij. Kijk, het bordje staat er ook boven. En iemand die echt het niet meer houden kan. Oh ja, soms zitten ze ook met stoma wisselen en dat soort dingen. En die mogen naar boven. Helemaal opgelucht. Lekker vast. Oh, heerlijk. Ja. Zoveel mensen dit doen, hè? Het is ongelooflijk. In de struiken, tussen de struiken, onder de struiken. Overal waar wij niet kijken, naartoe kijken, wordt er geplast. Wat de kwaliteiten zijn, dat ik goed kan poetsen. Maar goed kan schoonmaken en goed kan spuiten. Hallo. Ik kom je af en toe controleren vandaag. Of okay. Je het wel goed doet, maar jij doet het goed, hè? Vast wel. Daar ben je gewend, hè? Ik ben hoofdcontrole toiletten. HCT. Hier een klein probleempje. Er heeft iemand die heeft de diarree gehaald, of ja, goed, dat denk ik. Het zit tegen de klep op. Gewoon tegen de klep op. Hoe versieren ze dat toch? Ik snap het niet. Dames, schoonmaakdienst. Schoonmaakdienst. Dan moet ik voor op de knieën. U heeft wat wachtende voor u, dus u moet even gevuld hebben. Komt u maar, nog één! Ja, en nog één! En nog één! Gewoon niet naar kijken, gewoon eroverheen wrijven en doorlopen. Het beste wat je kan doen. Ja, kijk, plassen, oké, maar er wordt zoveel gepoept. En als je gewoon weken, maanden later nog steeds overal toilettenpapier vindt, echt overal rondom je huis, dat is niet leuk. Ik ben de playboy, jij de playgirl. Als wij er niet zijn, wie doet het dan? De kabouters doen het niet. Komt u maar, en nog één! Harry? Yes. Het lijkt mij wel een enorme barrière voor mensen om voor het eerst in zo'n bad te gaan zitten. Klopt dat? Klopt ook. Vandaar dat we ze begeleiden. En op de Romeintherapie en training doen we dat één keer in de week. En dan na 10 weken dan gaan ze zeker het bad in. Dat is geen enkel probleem. Dan vinden ze het gewoon fijn, zo langzamerhand. Dan beginnen ze het fijn te vinden. En daarna gaan we ook naar buiten. In de winter. En dan kunnen we het ook nog een keer buiten doen in het water. Ja. Je kan altijd weer overdrijven natuurlijk. Maar zou je nou iemand hier zo gek kunnen krijgen om erin te gaan zitten? Jawel, tuurlijk wel. Dat lukt jou? Nou, dit is het moment. Zou ik het even doen? Probeer maar. Ik roep iemand, een jongere. Stef, kom eens. Is het heel slecht voorgeproduceerd? Hallo, hey. Ben je bekend met ijsbanen? Sinds vandaag wel. Als nieuw? Nou, ik ken het al wel van Harry, maar ik was er zelf nog nooit in geweest. Oh, en nu wel. Oh, nou, wil je het nog een keer doen? Doe het nog een keertje. Ik wil zien hoe erg het is. Oké, okay, nou, dat is goed. Dus, weer een man natuurlijk. Nou ja, dit begint... Dat is altijd wat... We hebben een speciale cursus ook voor alleen vrouwen. Alleenstaande vrouwen? Nee, voor alleen vrouwen. Oh, nee, alleen vrouwen. Vrouwen. Oké. Okay. Zodat ze zich veilig voelen. Daar komt hij aan. En nu ga je erin. Ondertussen vragen hoe het voelt.
En? Komt geen zinnig woord meer uit. Ja, voelt goed. Zeg je? Voelt goed. Ja, niet heel erg belachelijk koud. Lichtelijk koud. Maar het valt wel mee. Waar doet het zeerst? In mijn vingertoppen. Vingers, dat vind ik wel eerlijk. Heb je nou het gevoel dat dit helend is voor je? Ja, je merkt wel dat echt alles weer goed door gaat stromen nu. Meteen al. Het heeft toch iets magisch, Harry, hè? Is dat ook een kant die erbij komt kijken? Dat het niet alleen echt je immuunsysteem aanjakkert, maar dat het ook een soort ritueel is? Nou, het is natuurlijk ook een soort overwinning op jezelf. Je gaat out of je comfortzone. En out of the comfortzone is altijd goed. Dat weten we uit de wetenschap ook. Dus alle dingen die je doet, zoals live televisie presenteren tijdens een chaos, dat is goed. Dat is ontzettend gezond. Dat zal ik ontzettend gezond worden na deze week. Je ziet er ook gezond uit. Mooi. Ik ga nog even vragen hoe het gaat. Goed? Ja, okay. Wordt het al minder? Ja. Je ademhaling zakt, dus je komt echt veel meer tot rust. Oh, dat is goed. Je wilt er nog niet uit. Oh, ik zit nog wel prima eigenlijk. Nou, blijf nog even zitten dan. Kan je nog één voorbeeld noemen van, dit is een ijsbad, dat is voor heel veel mensen extreem. Wat is nog meer een goede manier om uit je comfortzone te gaan? Nou, dingen doen die je normaal niet doet. Dat geldt wat wij met CVA-patiënten bijvoorbeeld doen, is het bos ingaan. Daar komen ze nauwelijks meer. En het betekent ook dat je iemand mee kunt nemen, als mantel zorgen naar een plek waar ze nog nooit geweest zijn. Omdat die mensen vaak aan huis gekluisterd zijn, doen we in de praktijk, gaan we hun horizon verbreden. Ik ben met een groep dementerende bejaarden naar het museum geweest. Dat is ook enorm verheffend. Ja, dat is ook fantastisch. En daar is evidence voor, hè? Dus wetenschappelijk bewijs voor dat dat voor die mensen enorm goed is. Leuk. Zo zul je ook af en toe wandelaars hebben die nog nooit gewandeld hebben, waar dat weer heel goed voor is. Precies, ja. Dat... Mooi. Ja, je bent niet alleen een goede verzorger, Harry, maar ook een soort magician. Ja, een soort prediker van het uit je comfortzone gaan. Ja, mooi is dat. Ja. Mooi, we gaan straks kijken hoe lang die erin kan blijven. Het leuke is van deze Vierdaagse en van de vorige edities, dat er op allerlei plekken rare dingen gebeuren. Maar dat er ook mensen in de buurt zijn met iPhones die daar weer opnames van maken. Of foto's. Heb je nou mooie filmpjes of foto's en heb je die geüpload naar ons? Dan zou het zomaar kunnen dat jij voorkomt in het volgende social media blokje. Hey. Kom op, wacht. Yo! Ja. Laten we zien. Ja, wow. Dat is de tweede tand van de Vierdaagse die eruit is. Charmante Limburger die je tegenkwam ergens in het kleine stukje Limburg waar we vandaag gewandeld hebben. En je bent vergeten om zijn nummer te vragen. Of een knuffel die net op dat kleine Duits-Nederlandse stukje grens in Duitsland viel. En je bent hem kwijt. Geen probleem. Wij helpen je met zoeken. Angela, heb je het goed? Ja, dat klopt. Helemaal. Hadi Angela. Hoi, Harm was het, hè? Ja, het is Harm. Hey, je bent iets kwijt. Wat? Ja, ik ben mijn eerste Vierdaagse speld kwijt van 2006. En dat was voor mij ook de eerste Vierdaagse die ik gelopen heb, 12 jaar geleden. En wanneer ben je die kwijtgeraakt? Ik ben hem na de eerste dag kwijtgeraakt. Ik heb een nieuwe wandeltas. Ik loop normaal met een rugzak. En ik ben dit jaar geswitcht naar een zo'n heuptas. Uh-huh. En daar zitten 4 speldjes op, van mijn nummer 4 en dus ook die van 2012. En die ben ik na dag even verloren. Ja, en dus waarschijnlijk is hij losgeraakt of heeft iemand hem eraf geputterd? Dat zal wel niet, want er is zo'n goede sfeer bij die Vierdaagse, dat ding niet. Hij is losgeschoten, dus heel simpel, een allereerste Vierdaagse kruisje. Voor mij voelt het als een allereerste Vierdaagse kruisje, want ik liep op het hete punt ook op die dijk en ik was zo blij dat ik hem toen uitliep. Dus ja, voor mij voelt het echt als mijn eerste Vierdaagse kruis. Ja. Nou, je hebt hele mooie ogen. Misschien moet je recht in de lens zeggen, lieve mensen, ik ben Angela. Lieve wandelaars, ik ben Angela. Ik wil heel graag mijn Vierdaagse, voor mij Vierdaagse kruisje, dat is eigenlijk het speldje, dus dat speldje met de zweetdruppels erop van 2006 staat erop. Dus mocht je die vinden, het dopje heb ik nog in mijn tas, maar het speldje zelf ben ik kwijt. Dus alsjeblieft, vindt u hem, zoek mij op, neem contact op alsjeblieft. Puppy oogjes, puppy loop. Moet goed komen. Oké, dankjewel alvast als je vindt. Thank you.
Morgen is de laatste wandeldag, maar het is ook de laatste dag vol feestgedruis. Onze Esther Stegeman die gaat in een heel groot zwart gat vallen. Maar vandaag feest ze nog even lustig mee, zolang het nog kan. Heel pagé, un pagé. Heel pagé, un pagé. Heel tamila pagé. Heel tamila pagé. Lava sous les cocotiers. Lava sous les cocotiers. Et croco, ils l'ont mangé. Et croco. Je bent helemaal alleen, hoe komt het? Ja, nou, ik werd wakker en die ene was gisteren uitgevallen. En vandaag is er weer eentje uitgevallen, haar benen deden pijn. Ja, ze kon het echt niet meer aan. Dus vandaag ben ik even alleen op pad. Zoals ik net al zei, morgen wordt er voor het laatst gewandeld. Maar nu wordt er ook nog gefeest. En daar hebben we Esther naartoe gestuurd. En we gaan kijken of ze er nu wel geweest is. Is natuurlijk vooral een feest van lekker drinken, eten, dansen, muziek erbij. Maar het is ook een feest voor kinderen. En die passen gelukkig wel van deze glijbaan. Ja, dit is het feest voor de kinderen, hè? Ja, hier is het leuk, hè? Wat mensen denken bij de Vierdaagse feest aan bier drinken, dansen, muziek luisteren. Maar voor de kinderen zijn is het ook genoeg te doen, kinderen, hè? Die dat doen. Dinsdag zijn we een avondje pad geweest en daar houden we denk ik bij. En vandaag gaan we met de kinderen op pad. Dus, hoe leuk is dat, dat de kinderen ook zich kunnen vermaken tijdens de Vierdaagse feesten? Ja, erg leuk en belangrijk. Als het voor de kids niks is, dan ga je er ook niet met de kids heen, hè? Dus het is wel leuk om het samen te delen. Dus, Tegenwoordig zitten al die kinderen toch op de iPad? Ja, maar hier is het dus echt vrij spelen. En ook grotere kinderen, hoor. 12, 13, 14, 15, 16. En die staan ouders? Hier mee te jongleren. Ja, die zitten dan daar lekker, kunnen een biertje drinken. Hè? Dit is wel ultiem genieten, lijkt mij. Ja, het is heel makkelijk. Je kan haar daar lekker wegzetten en zij vermaakt zich wel en wij ook. En jij een biertje erbij? Ja, er komt koffie aan. Waar spelen de kinderen nou het liefst mee? Nou, met muziekinstrumentjes, mijn accordeon, die hoor ik de hele kaai overgaan. Jing, jing, jing. Kinderen mogen hier gewoon aanschuiven, mensen hoeven niks te betalen. Ja, ouders hoeven niet op te ruimen, kinderen hoeven niet op te ruimen, dat doe ik. Dat is ook een cadeautje. En blijft het allemaal een beetje heel? Nou ja, dat gaat er natuurlijk best wel doorheen. Zeker dit zand is net schuurpapier. Dus ja, als ouders thuis nog speelgoed over hebben, mogen ze het graag bij mij komen brengen. Dus vanmiddag mag iedereen gewoon iedereen mag speelgoed meenemen? Iedereen mag hun overtollige spullen op de kei hier vrijwillig komen doneren. Daar zijn wij heel blij mee. Als u zo naar die zandbak kijkt, speelt u dan niet liever gewoon daar? Nee, ik vind het wel prettig om het van afstand te bekijken. Want u zit de kinderen een beetje in de gaten te houden? In de gaten te houden. Het is meer uit te kijken, ja. Dit is voor jullie natuurlijk extra genieten, hè? Dit is super. Ja, en op zo'n heerlijke dag. Is dat ook iets wat je merkt aan de kinderen, dat zij het ook leuk vinden om toch bij die feesten te zijn? Ik denk dat er niet heel veel meer nodig is dan dit. Gewoon dat kinderen lekker kunnen spelen op een prachtige locatie. En dat het voor ouders ook lekker is, dat je er lekker bij kan zitten. En als zij het naar zin hebben, zit jij zelf ook lekker. Wil je de groetjes aan Harm doen? Ja. Doe maar de groetjes aan Harm. Groetjes aan Harm. Moet je even zwaaien zo? Doei Harm. Ik zit tussen drie prachtige dames in en die zitten alle drie in het World Team. En links van mij zit Rebecca. Hoi Rebecca. Hoi hoi. Hoe ging het vandaag? Ging goed, ging lekker. Ja. Heb je lekker gelopen? Ja, lekker vlot. En hoe ging het met de andere kant? Met de andere, ja. Moet je even aan hen vragen. Zal ik dat maar even doen? Ja. Want jullie zijn met z'n 19e begonnen. Ja, ja. In het World Team, allemaal verschillende nationaliteiten. Ja, dus... Waar kom jij oorspronkelijk vandaan? Ik kom uit Oeganda. Oeganda? Ja. Hoe lang ben je al in Nederland? 11 jaar, bijna 12 in november. Ja, je praat echt supergoed Nederlands. Echt bij het belachelijke af. Ja, ja. En zal ik maar even naar die kant gaan? Ja. Want hier zitten Nikisha en Sandra. Klopt. En hoe ging het met jullie? Niet zo goed. Ik heb 2 dagen gelopen, maar vandaag kon ik echt niet starten. Waarom niet? Ik had last van mijn knieën. Ach, goshie. Ja, nee, het is echt heel zwaar hoor, de Nijmeegse Vierdaagse. En hoe ging het met jou? Ja, ging ook. Ja, ik vind dat het wel goed ging hoor. Ik ben best wel trots op mezelf. Ik heb alleen 40 gehaald, maar ja, het is toch wel iets. Zullen we even kijken hoe het ging? We hebben een heel mooi filmpje voor jullie. Laten we daar eerst eens naar gaan kijken.
Et on pagaie, on pagaie. Et on pagaie, on pagaie. Et on t'a mis la pagaie. Et on t'a mis la pagaie. Là-bas sous les cocotiers. Là-bas sous les cocotiers. Et croco, ils l'ont mangé. Et croco. Je bent helemaal alleen, hoe komt het? Ja, nou, ik werd wakker en ja, die ene was gisteren uitgevallen. En vandaag is er weer eentje uitgevallen. Haar benen deden pijn. Ja, ze kon het echt niet meer aan. Dus ja, daarna ben ik even alleen op pad. Sorry. Hey. Zijn we er weer? Ja, we zijn er weer. Ik zie wel waarom Mo meer kleur erin zou willen brengen, weet je. Ik zie echt heel veel... Ja, ik zie niet zoveel diversiteit en dat verbaast me wel over. Van, er zijn heel veel donkere mensen gewoon lopen. Maar ja, dan zie je ze niet hier en denk ik van, ja, waarom durven jullie dat niet dan? Maar ja, ik heb ook met mijn vriendin gesproken. Ik zei, ja, hallo, ik durf het niet. Want er zijn heel veel, misschien blanke mensen gaan ze maar aankijken. Maar ik heb zelf het gevoel nog niet gehad. Ik geef gewoon high fives aan iedereen, net als net. Iedereen geeft gewoon knuffel. Hoppa, hoppa, ja, ik had het ook wel in het begin, want toen ik dan in Nijmegen kwam al zelfs, zag ik gewoon heel veel witte mensen. Dacht van, gaat dit wel goed komen? Maar het is echt heel leuk, al die kindjes zo even bijgeven. Ach, geweldig hoor. Denk je nou nooit, want dit is ook weer zo'n lang stuk van door, jongens. Wat... Zo vaak. Ik denk echt van, oké, weet je wat, ik ga het nooit meer doen. En dan ben ik weer bij zo'n gezellig. Ik denk, ja, en volgend jaar doe ik gewoon weer mee, hè. Dus ja. Ja, nu ik dit wel zie, begrijp ik wel waarom mensen het echt vele jaren doen. Want het geeft wel een uitdaging, maar ook een vervulling aan jezelf. Van, hé, ik kan het, ik heb het gedaan. Als je mee zou willen doen, met gewoon mijn kleurtje, doe gewoon lekker mee. Ja, zwaar en ver. Ja. En uitgevallen. Ja, klopt. Hoe voelt dat? Ik vind het wel jammer, maar ik heb toch wel 80 kilometer kunnen afleggen. Dus het is het begin van een prestatie? Het is een begin, ja. En wat ik heb gehoord is dat het verslavend is. En ik voel, het begint nu een beetje te kriebelen, dus misschien ben ik er volgend jaar weer. Je bent ook uitgevallen. Waarom? Ja, ik had me niet goed voorbereid. Ik had slechte schoenen, helemaal niet getraind. Maar ik heb wel 40 gehaald, dus ja, wat kan ik zeggen? Volgende keer beter. Heb je er iets van geleerd, dat als je iets groots wil presteren, dat je je echt supergoed moet voorbereiden? Ja, ik heb er echt nu iets van geleerd dat ik echt een jaar van tevoren moet voorbereiden. Hij is toch niet voor niks geweest. Ga ik toch even vragen aan Rebecca, want je loopt nu helemaal zielig alleen. Ja, echt. Nee, ja, het is niet zo zielig, want er zijn genoeg mensen om me heen die gezellig zijn. Dan kan ik samen lopen. Misschien is het eigenlijk wel een voordeel dat je gewoon leuke contact hebt gelegd. Ja, denk het ook wel hoor, want het ging vandaag wel wat vlotter. Drie mooie dames met elkaar, dat spreekt niemand je aan. Maar nu heb je gewoon alle kans om je hele netwerk uit te breiden. Gewoon echt letterlijk gewoon alle aandacht voor mezelf. Dus ja, daar geniet ik het ook wel van hoor. Hoe gaat het met jou? Helemaal geen problemen? Nee, ik heb echt geen problemen. Alleen spierpijn. Maar ja, dat gaat zo weer over en dan gaan we morgen weer tegenaan. Je gaat morgen lekker keihard finishen. Ja, ik ga echt... Oh ja, mag niet rennen. Ik wou zeggen, ik ga rennen. Ik mag niet rennen. Wat wil je tegen die twee uitvallers zeggen? Tot volgend jaar. Ik ben dan een van die dronken studenten die jullie gaat aanmoedigen. En dan moet jullie hem wel afmaken. Je moet volgend jaar moeten jullie het afmaken. Is dat beloofd? Ik durf niks te zeggen, maar ja, ik zeg gewoon beloofd. Zijn op de weg. Ja. het is gewoon beloofd. Het staat zwart op wit, we hebben toptape. Ja. Mooi hè? Ja. Nou, dit zijn de wandelaars die van heel ver komen en die nu in Nederland wonen. Maar in de Vierdaagse zie je wandelaars van Australië, via Schotland naar Taiwan. Overal komen ze vandaan en dat is echt al jaren zo. Herzlich willkommen bei den 90. Viertagemarsch in Nimwegen. Konnichiwa! Amerika, Canada, Mexico, Panama, Haiti, Jamaica, Peru, Republiek Dominica, Cuba, Caribbean, Groenland, hetzelfde daartoe. Oh, the atmosphere here of the Vierdaagse, you cannot repeat, you can't copy it anywhere. You've got a fantastic program. De atmosfeer is toll, en de muziek is toll,
En het hele ambiente rondom is fantastisch. Harry Hogerdijk uit Waddinxveen liep het parcours op klompen, even fier als de meisjes van het Israëlische leger. De statue, de Hava Nagila, you know what Hava Nagila is? Our song. And we dance, and for us the skin became like a duck. From New Zealand. From USA. Vancouver Island. We come from Deutschland. We stand in Belgium. Nihongi, Japanese. Japaners, eh? Japaners. Costa Rica, Belize, Nicaragua, Bermuda, Bahamas, Tabacca, Saiyuan, Paraguay, Uruguay, Suriname, Frans, Guana, Barbados en Guan. Zeker. Graag, we gaan zo weer weg. De wandelaars komen nog steeds hier binnen. Deze kant is echt traditioneel op donderdag. En laten we eens even vragen. Jongens, kom er even bij. Hoi, ik wil je woord van de dag. Vat de dag eens samen in één woord. Ja, kloten. Ja, echt. Ik wil toch even weten waarom. Ja, nee, begin van de dag. Ik heb een beetje springschenen. Ja, dat is niet leuk. Maar dat bijten er ons doorheen. Je bent er wel. Heb jij een ander woord voor de dag? Nee. Op kloten. Mooi, heel duidelijk. Uiteindelijk die zeven heuvelen, dat is wel echt kippenvel. Dat is wel echt superleuk. Dat is wel geweldig. Trek je er toch op. Loop lekker, dank u wel voor nog iemand anders even een woord vandaag. Kom er even bij. Zo, je samenvatting van de dag in één woord. Afzien. Benauwd. Heuvels. Het was echt drie keer niks. Maar ja, morgen gewoon nog. Waren ook drie woorden. Ja, dankjewel. Morgen ga je gewoon weer? Uiteraard, ja. Ah, dan vind je het eigenlijk best wel mee, toch? Nee. Nee, het viel niet mee. Je bent er. Ja, dankjewel. Tot morgen. Tot morgen. Zo, ja, kom maar even. Ik wil de samenvatting van de dag in één woord. Geweldig. Geweldig? Ja. Je bent helemaal positief? Ja, helemaal niet zwaar gehad. Heel goed gegaan. Ja, echt als... gaat gewoon heel goed. Wat heb jij wat die 47 voorgangers niet hebben? Ik hoor kloten, ik hoor afzien. Echt serieus. Heel veel positiviteit. Dat is het, denk ik. Ja, zo simpel is het. Ja. Nee, we hebben gewoon een hele leuke tocht en heel veel leuke mensen gezien. Dus... ja, goede dagen. Morgen nog één dagje. Mooi. Ja. Jij gaat het zeker halen. Dus, zeker weten. Mooi. Zeker en hoe was jouw woord van de dag? Ja, ook een topdag. Topdag. Topsetje is het. Jongens, heb het goed. Ja, mooi. Tot morgen. Top. Ik ga nog even iemand zoeken die wat... Hallo. Ja, kom maar even. Nou, mijn tante uit Canada die ik al 18 jaar niet heb gezien. Hey, hoe was je dag in één woord? Geweldig. Waarom? Omdat het het was lekker weer. Ik heb jou gezien. Er was veel plezier onderweg. Veel mensen die vrolijk waren. Niet en ik moeilijk, heb heerlijk gelopen. Nee. Zelfs je oogschaduw zit nog op zijn plek. Ja, nou precies. Dus dan is het een goede dag geweest. Of heb je die bij de vorige bochten weer opgesmeerd? Nee. Dat is een goed merk. Ja. Mooi. Ja. Nou, tot morgen. Dankjewel. Tot morgen, Harm. Hey, super jou weer gezien. Ja. Tante, tot vanavond. Dag. Hallo. Kom even. Even de samenvatting van de dag in één woord. Ja, fantastisch. Je kwam aanlopen en ik denk, nou, die gaat niet eens meer starten morgen. Die kijkt zo somber. Nee, zeker niet. Ik ga morgen zeker starten. Ik ben erbij. Dan zit je gezicht het lekkerst. Ja, nee, zo ben ik. Zo ben ik. Altijd. Gewoon heel rustig. Ja, zeker. En toch een topdag. Helemaal top. Helemaal fantastisch. Mooi man. Tot morgen. Veel plezier. Leuk. Zo. En, nou, de laatste twee dagen. Doe even niet. Zo. Oh, wat hebben die mensen toch? Ik heb ook een zware dag. Maar goed, kom een... Ja, foto. Nou, het is live tv, maar ik wil dan ondertussen even jouw woord van de dag. Hoe was jouw dag in één woord? Ja, topdag. Ik loop met een kanjer hier, die loopt dus de brandweer. Echt die waar. Loopt dus de brandweer. Ja, die loopt nou, brandweer. Dat is hartstikke mooi. En ik ben een assistent, dus... Heel goed. En jij loopt ook als de brandweer of jij rent erachteraan? Nee, ik ben assistent. Ik ben brandweerassistent, begeleider. Ambulant begeleider. Mooi. Veel plezier morgen. En nooit meer door een live uitzending heen fotograferen, hè? Oh, sorry. Je bent gewoon live in beeld nu. Ai. Zeg maar even sorry tegen de kijkers. Nou, helemaal niet. Kijkers, sorry voor mijn lompe gedrag. Doe maar. Ik vond het niet lomp. Ik vond het ontzettend lomp. Ja? Schat, zeg nou dat het lomp was. Het was niet lomp. Schat, zeg nou dat het lomp was. Zeg nou dat het lomp was. Oké, het was lomp. Zie je? Nou, tot morgen. Ik neem morgen weer pistool. Dag.
Doen we nog een woordje? We doen nog een woordje. Kom even. Kom even. Vat de dag even samen in één woord. Ja, de pijntjes beginnen. Dat is geen woord. Goed. Goeiedag. Ja hoor. Ja. Geen moppen, geen gezeur. Nee. Je wordt zo geleefd door het publiek. Dat is echt fantastisch. Mooi man. Ik zie je morgen. Veel plezier. Morgen. Zo. Hey. Gehaald hoor. Papa heeft het gehaald. Hey, Mohersi team. Ja, Kimania, Sedelia. Papa heeft het gehaald. Lamassa, wat was het woord? Ralaka. Ralaka. Dus, nou, dit was wel een zwaar hoor. Dat geef ik gewoon eerlijk toe. We hebben doorgebikkeld, blaren, dus ik ga rechtstreeks naar de post. Anders weet ik niet hoe het morgen gaat aflopen. Hoe zien jouw blaren er eigenlijk uit? Gelukkig niet rood. Dat is het belangrijkste, toch? Dat ze niet rood zijn. Mooi. Heb het goed morgen. Ik hoop dat het een leuke dag wordt. Het wordt zeker een mooie dag. Morgen wordt het warm en fair en je gaat het halen. Oké, thanks man. Hartstikke mooi. Tot morgen. Yo. Kijk, ze gaan. Mooi hè. Daar gaan ze. Morgen wordt een zware dag en wij gaan langzaam terug naar het ijsbad. Wat moet ik doen? Phew. Dat was even een flinke tippel vanaf de finish, want dat is toch zo'n 1,5 kilometer in 3 seconden. En ik wil eigenlijk heel graag kijken naar meneer Schreven. Die zat hier eergisteren en die werd 102 vandaag. Meneer Schreven, van harte gefeliciteerd. U bent net zo oud als de Vierdaagse. En uw grote wens was om zoveel mogelijk kaarten, misschien wel uit de hele wereld, te ontvangen. En dat hebben wij hier in de show opgeroepen. Nou, dat hebben we geweten. Lang zal die leven in de gloria. Hoe word je 102 jaar oud? Elke dag 3 koppen koffie. Jippiebiem, hoera! Jippiebiem, hoera! Kijk maar eens, dat is Engeland, Griekenland. Dan ligt Polen en Duitsland. Dit gaat mij niet om geld, daar krijg ik geen dubbeltje voor. Dus het gaat mij nog maar even puur om de post heen. Postzegels en een kaartje uit het land. Indonesië zeg. Ja. Kijk, zie je dat? Deze kaartjes zijn allemaal gestuurd naar aanleiding van de mooie oproep van mij op Facebook. Tiegelijk vaak is gedeeld. Allemaal voor jou. Zeker een paar honderd, denk ik. Wat vindt u ervan? Dat deze actie. Och. Ja, ik ben er helemaal. Ik zal niet kapot zeggen, maar ik heb het al gezegd. Ik ben er kapot van. Ja.
Echt, het is prachtig. Ik ben gewoon blij. Emotioneel gewoon. Meer kan ik niet zeggen. Ik ben zo blij. Ja, dat was mijn hartig en gelukkig momentje voor deze prachtige meneer. Dat is die pentekening, ja. En kijk eens hier, van de Kronenburger Singel. En is er een postzegel bij die u nog heel graag zou willen hebben? Ja, en dat is de postzegel, postzegels van de Vierdaagse. Daar heb ik er niet één van. Dat vind ik verschrikkelijk. Zou u misschien nog een oproep willen doen aan de mensen thuis? Als u soms postzegels weet van de Vierdaagse, stelt u dat zich in verbinding met de Omroep Gelderland. Hippiepiep, hoera! Hippiepiep, hoera! Ben zo langzamerhand helemaal uitgedroogd, Bram. Heb je iets voor me gemixt? Jazeker. Ik heb een cocktail gemaakt met drie verschillende likeuren in de kleuren rood, zwart en groen. Met sinaas erbij. Oh, wat lekker. Waarom denkt iedereen toch altijd dat ik zo ontzettend van sterke drank hou? Maar ja, het zal mijn uitstraling wel zijn. We got a winner, hoor. Echt, dag 1 was niet te zuipen, dag 2 was zwaar alcoholisch. En dit is subtiel en toch lekker. Dankjewel. Graag gedaan. Heerlijk, straks meer. Ik sta hier naast de twee controleurs. Dat zijn niet de meest geliefde vrijwilligers van de Vierdaagse, maar oh zo broodnodig. Stel jezelf even voor als je wil. Ik ben Jeroen Poot en ik ben plaatsvervangend hoofdcontrole. Plaatsvervangend hoofd, dat is als het echte hoofd er niet is. Ja, dat klopt. Is die er wel eens niet? Hij is er altijd. Ja, dan heb jij eigenlijk geen functie. Nou, ik help hem, ik ondersteun hem. Kijk, dat is belangrijk. En wie ben jij? Ik ben Verdikt en ik ben hou me bezig met de dynamische controle. Nou is het nogal een dingetje, hè? Want ja, het zijn allemaal ontzettend lieve mensen. Maar hoe worden de kantjes eraf gelopen? Wat verzinnen mensen allemaal? Nou, eigenlijk worden de kantjes er bijna nooit afgelopen. Dat is onze conclusie. Nauwelijks eigenlijk. Dus je zijn echt het hele jaar bezig om in topconditie te zijn voor 4 wandeldagen. En dan gebeurt er eigenlijk niks. Ja, zo zien we het graag. Dat scheelt ons hoop werk. Ja, maar toch. Af en toe denk je toch, ha, iemand snijdt een kantje eraf, erachteraan. Nou, ik zou liegen als ik zeg dat het niet gebeurt. Dus natuurlijk gebeurt het. Maar vergeleken met de mensen die goed lopen, is het verwaarloosbaar. Wat heb je dit jaar allemaal aangetroffen? Veel wandelaars die per ongeluk op de verkeerde route terechtgekomen zijn. En dat is per ongeluk, maar dat is geen fraude. Dat is zeker geen fraude. En dat zijn wij voor om ze op de goede route te krijgen. Je hostmanship. Ja, dat is gewoon aardigheid. En heb je ook nog echt schandalige acties gezien? Ik zelf niet. Collega's van ons die hebben bijvoorbeeld maar wel een militair gezien die te weinig bepakking had. Ja, dat kan natuurlijk niet. En dan krijgt hij een procesverbaal van ons. Ja, ik zag dat gisteren in het journaal ergens, hè. En toen dacht ik, ah, zo'n schattige militair. En die had zijn water opgedronken en dat was 2 kilo. Ja. Ja, ik zou zeggen, onder welke steen heb je geleefd als je dat niet weet? Onder een militaire steen? Ja, ja, maar je moet je wel aan de spelregels houden. Ja, maar dat was zo'n suffe blunder. Kan dat nou niet met de hand over het wandelhart worden gestreken? Nee, als we dat met één persoon gaan doen, dan gaan de anderen zeggen die misschien in voorgaande jaren gedisqualificeerd zijn van, hé, en wij dan? Dus nee, we kunnen niet de hand over het hart strijken op dat moment. Jullie zijn echte controleurs, hè? Als het moet wel, als het nodig is. Wat is het allerergste wat je ooit meegemaakt hebt? Jemig. Ik heb wel eens een taxibusje gezien waar mensen met z'n allen uitstapten. Serieus? Stukje vooruit? Ja, heb ik wel eens gezien, ja. Dat is ook een schandaal. Nou, ja, weet je wat ik dan denk? Het Vierdaagse kruisje, hè, dat draag je natuurlijk met trots. En dan zit je op een verjaardagsfeest, zit je te vertellen, ik heb de Vierdaagse uitgelopen en dan weet je dat het niet zo is. Wie hou je dan voor de gek? Ja, maar er zijn ook mensen die een bank beroven en zeggen, kijk eens wat een mooie auto ik heb. Dus dat is des mensens niet vreemd natuurlijk. Ja, vind ik dat je mooi verwoord hebt, maar... Ja, nee, het gaat wat je zelf wilt met deze wandeling. En dat is een prestatie leveren. Ja, als je jezelf trots voelt met iets wat je eigenlijk niet verdiend hebt. Ja, daar heb ik wel een mening over. Dus dat is eigenlijk de ondertoon van dit interview, hè. Jongens, dan zijn we met elkaar zo'n fantastisch wandelevenement aan het doen. Hou je gewoon aan de regels. Want het is echt te flauw voor woorden als je daar de hand mee ligt. Ja, je houdt jezelf voor de gek. En wij controleren liever de wandelaars die goed lopen. Zie je het een beetje als je met de trein gaat. Je wordt lekker gecontroleerd, dan denk je, nou, dat kaartje heb ik betaald en ik vind het fijn dat de controleur langskomt. Ja, en ook een beetje zo'n stevige knip, zeg. Niet zo'n lullig knipje, maar zo'n knip. Ja, dat doen we ook. Heerlijk. Wat is het stoutste of het ergste wat je ooit in je eigen leven hebt gedaan? Ik ben hartstikke braaf, helemaal niks. Ik geloof er niks van. Ja, dat klopt. Maar dat doen we wel als de camera weg is. Goed. Maar dat in ieder geval duidelijk is dat jullie ook mensen zijn. Namens alle eerlijke wandelaars hartelijk dank en hou het vol. Ja, graag gedaan. En ook voor de wandelaars, hou het vol. Nog één dagje en maak er een feest van. Ah, je bent echt een controleur met een hart. Mooi is dat, hè? Dit is overdag. Hoe was het 's nachts? Laten we gaan kijken naar deel 2 van onze nachtverslaggever Angelo.
En dan de pilske. Wat een Terug bij mijn Brabantse vrienden langs de Zevenheuvelenweg, waar het bier ook om 3 uur 's nachts nog rijkelijk vloeit. Tenminste. God, non nu! Gaat er een jaar voorbij zonder de vierdaagse? Nee. Dus elk jaar is dat super. Dat is gewoon super. Hoe lang komen we hier? Ja, een jaar of 7 komen we hier al. Dus ja, dat is gewoon super. Ja. Maar dit is echt jullie vaste plekje? Ja, jaren. Altijd jaren. Deze plek. Heerlijk, ja. Ja. Hier komen mensen en die kan er lekker in de schaduw zitten. Ja. Dus wij zetten morgen daar watermeloenen, komkommers, druiven. We hebben van alles bij, staat klaar, dat ze lekker kunnen pakken. Dus lopers die komen ooit zitten. Vorig jaar heb ik nog een loper met zonnebrand ingesmeerd. Dus we zijn er voor alle lopers. Jullie zijn innemende mensen. Ik denk het wel. Dat denken we wel, dat weten we niet. Ik kan het nooit niet van de wijken zeggen, want dat zwetsen. Ja, ik bedoel dat jullie veel innemen. Innemen ook veel. Wij nemen veel. Nee, wij zijn niet zo'n drinker. Iedereen die we kennen en alle lopers. Ja. En heel veel succes. Petje af, schitterend. Petje af, want ik doe het niet. Wat jullie nog wel moeten doen, is de cliffhanger prijsgeven. Komt-ie! Ik hoop alleen niet dat u er speciaal voor thuis bent gebleven. Maar gezellig is het wel. Oh, wat is het leven mooi als de zon schijnt. Ik sta bij onze heerlijke rustgevende tribune, maar daar mag je alleen op zitten als je een steengoed verhaal hebt en als je een nummertje hebt getrokken. En dat hebben ze allemaal gedaan, geloof ik, want ik heb hier een hele rij. En op nummer 80 zit Wim. Waar zit Wim? Hallo Wim, ik kom even voor je langs. Hoi, wat is je verhaal? Mijn verhaal is dat ik al 15 jaar lang voor een overleden vriend meeloop. En waarom doe je dat? Ja, omdat een goede vriend van mij is. En die is aan... asbestkanker overleden en nou, dat had me zoveel gedaan en dat ik samen met zijn vrouw 1 dag in meeloop. 1 dag loop je speciaal mee? Ik loop 1 dag speciaal voor hem mee. Dan snap ik het, dan hou je het 15 jaar vol, anders denk je nou, dan heb je het 1 jaar gedaan, dan is het wel een keer goed, maar je herdenkt hem steeds elk jaar 1 dag. Precies. En dan gaan we naar zijn graf en dan leggen we altijd wat op het graf. En ik werd gehuldigd in Bemmel en daar hebben ze mij gehuldigd met de cijfers 15 en die heb ik op zijn grafsteen gehangen. Mooi, moet je alleen nog even zeggen hoe je vriend heette? Herman Burgers en die liep altijd mee. Kijk, mooi verhaal. Dankjewel, blijf nog lang herdenken. Ga ik naar nummer, 80, Sanneke. Kan dat vanaf hier? Denk het wel. Hi Sanneke, wat is je verhaal? Hi, ik maak schoon bij de toiletten. Ja, dat weet ik, want daar ga ik altijd op. Ja, dat klopt. Ik had je al een paar keer voorbij zien komen. Had nog extra doekje overheen gehaald voor jou, had je dat gezien? Ja, dat is helemaal niet waar, maar je wist helemaal niet wie ik was. Nee, dat klopt. Ik probeer het goed te maken op deze manier, dat snap je wel. Ik vind het wel lief. Waarom maak je de toiletten schoon? Heb je daar een talent voor of is het goede bijverdiensten? Ik vraag mezelf ook af. Ik kreeg een sms'je van wil je werken tijdens de vierdaagse? Ik dacht, nou prima. Bleek het bij de wc's te zijn. Dus ik vroeg nog, moet ik schoonmaken? Zeiden ze van niet. Nou, het tegendeel bleek waar te zijn. Mooi, wij zijn morgen om 7 uur live in Over Asselt. En daar hebben we altijd een wisselende toiletjuf. Mag ik je uitnodigen? Ja, is goed. Kom je? Ja, is goed. Tof, zie ik je morgen. Nou, de hipste toiletdame ooit. Ik ga naar nummer, wat zullen we doen? 84, Marjoke. Ja. Hey Marjoke. Hallo. Hi. Wat is je verhaal? Nou, ik loop voor mijn kleindochter, dat is die ene, die heeft een ongeneeslijke zeldzame spierziekte. En zij zal waarschijnlijk, als er niet genoeg geld komt voor onderzoek, zal ze misschien nooit kunnen lopen. Dus het is heel belangrijk. En omdat dit echt een loopevenement is, vond ik het echt heel toepasselijk om de sponsorpagina ook te openen op de sponsorvierdaagse website. Voor de Stichting voor Sarah, die zamelen geld in voor deze spierziekte. Er zijn er maar 15 in Nederland waarvan het bekend is, dus het is echt heel zeldzaam. Dus het is echt hard nodig dat er geld voor ingezameld wordt. En daarom
Ja, loop ik voor mijn kleindochter. Hoe heet je kleindochter? Jane. Jane, dat zei je net al, geloof ik. Ja. En zo'n zeldzame ziekte is natuurlijk nooit genoeg geld voor. Nee. Hoeveel hebben jullie nodig? Een 500.000. En dan kunnen ze het onderzoek afronden. Ze hebben nu in 1,5 jaar dat ze de stichting hebben opgericht, hebben ze al meer dan de helft ingezameld. Dus we hopen dat het zo door kan gaan. En dat ze dus, dat het allemaal op tijd komt. Laten we het hopen. Zeg nog even heel goed wat de stichting is. Oh, de stichting voor Sarah. Dat is dus de stichting. Welke website? Waar kunnen mensen naartoe? Ja, stichting voor Sarah.nl. Zo simpel is het. Ja. Ga dat dan gewoon doen als je van kleine kinderen houdt en van wandelen. Ja. Mooi, fijn dat je loopt voor je dochter, voor je kleindochter. Ja. Ga ik naar 84 Majoker? Oh, dat was jij. Dan hebben we nog Francine, 85. Waar zit Francine? Joehoe, hoi. Francine. Nou, ik kom wel naast je staan. Kom maar zitten hoor. Hoi, zitten we op dezelfde hoogte. Oh ja, wat leuk. Wat leuk. Wat is je verhaal? Ja, mijn verhaal is een verhaal met een wat lang verhaal. Maar maak het zo kort mogelijk. Mijn man die heeft al 35 jaar hersenproblematiek. Ik ben vorig jaar aangereden, heb daar wat hersenbloedingjes aan overgehouden. Heb achter een rollator gelopen en ik kon nauwelijks praten. En kijk eens, vorig jaar heb ik mij af moeten melden voor de Nijmeegse. En ik mag hem nu zomaar lopen. Ik ben een gezegend mens. Ik hou mijn beperkingen. Maar dat is het ene. Maar ik loop natuurlijk ook. Voor groetjes uit Drenthe. Voor groetjes uit Drenthe. Hè? Want bij deze. Dankjewel voor je mooie verhaal. En fijn dat je er weer bent. Ja, maar de hersenstichting. Oh, de hersenstichting. Hersenstichting. Ik dacht het al een beetje. Want toen ik dus mij opgaf voor de hersenstichting, zei ik van, oh nee, voor de Nijmeegse. Ze vroegen ze of we voor een goed doel wilden lopen. En toen zei ik van, oh, maar dan ga ik ook voor de hersenstichting. Bij deze. Bij deze. We hebben hem binnen. Dankjewel. En loop lekker tot morgen. Had ik alleen nog vergeten. Nummer 81, Dana. Hallo. Hallo. Wat is je verhaal? Dat ik nou hier zit, gelukkig door de herinschrijving. Oh, hoe werkt dat? Bij de tweede keer eindelijk er wel doorheen komen. Je was uitgeloot en je zat huilend thuis? Ja, zeker. En toen? Toen kwam de herinschrijving en toen ben ik er gelukkig doorheen gekomen. En toen mocht je meedoen? Ja, toen mocht ik meedoen. Volgens mij zitten er nu thuis heel veel mensen te balen. Ja, dat denk ik ook, maar ik niet. Ja, vanmorgen wel. Vanmorgen had ik wel zoiets van, ik gooi de boel erbij neer. Maar dat is helemaal goed gekomen. Mag ik je allerbreedste glimlach zien? Ja. Mooi is dat, dat je toch ineens ingelood kan worden. De Zevenheuvelenweg. Ja, dat was het centrale masterpiece van dag 3 natuurlijk. Elk jaar is dat weer zo. Ja, ik kon er ook niet omheen. Achter mij de Zevenheuvelen. Met hele hoge pieken, maar ook diepe dalen. En naar die diepte ga ik op zoek in. Mijn diepste dal? Overlijden. Van? Vader en moeder. En zeker mijn moeder was een heel sterk mens. Ik zag het al heel lang aankomen, maar als het daar is, ja, dan is het daar. Was mijn rots in de branding. Nu ben je zonder rots. Je hebt een nieuwe rots gevonden. Ja. Rots, kom er even bij. Je bent de nieuwe rots. Ik ben de nieuwe rots, ja. Sinds 2 jaar. Kan je die rol een beetje aan? Ik kan die rol heel goed aan, ja. We zijn 2 jaar samen en we hebben het perfect samen. Jij bent haar rots, wat is zij voor jou? De branding. De branding. De antwoorden vliegen hier langs. Mooi, hè? Hoe zwaar is het? Ja, extreem. Is het het dieptepunt in je leven tot nu toe? Of is het nog wel iets ergers geweest? Er zijn ergere dingen in het leven. Overlijden van dierbaren, zeg maar. Welke in het bijzonder? Mijn opa. Ja, was het een mooie opa? Een geweldige. Hoe heette die? Hent. En als je nu loopt en heb je pijn, komt opa wel eens langs in het hoofd? Nee. Toch een blik of helemaal niks meer langs, ben ik bang. Misschien maar goed ook. Maar een heel klein beetje opa nu even. En dan helpt hij je misschien de volgende berg op. Ik hoop het. Doe je best, man. Overlijden van de geliefde, zeg maar. Ja. En is dat ook iets wat dan onderweg even langskomt? Ja, soms. Dan zeg ik, pa, ben je nog een beetje trots op me? Hij zei het niet vaak, maar ik kon wel merken dat hij trots was. En pas toen hij op sterf lag, toen zei hij dat, jongens, ik ben trots op jullie. Heb die verder nooit gezegd, maar ik kon het wel merken, zeg maar. Het is laat, hè, op je sterfbed. Ja, het is wel laat, maar gelukkig nog net op tijd. Ja.
Nou, wij zitten op de hoge pieken en de diepe dalen. Wat is het absolute hoogtepunt van je leven? Ja, de geboorte van de kinderen. De geboorte van de kinderen? Ja. Hoeveel heb je er? 3. En alle 3 even mooi? De jongste, daar lopen de dames mee weg. Maar de andere, dat valt wel mee. Ben jij een eerlijke vader? Ja, ik probeer dat wel te zijn. Ja, ik vond het wel een diep gesprek, dankjewel. Heb je allerhoogste hoogtepunt? Ah, dat zijn toch mijn kinderen. Welke van de 2 dochters vind je het allerhoogste hoogtepunt? Dat kan je echt niet vragen. Het absolute hoogtepunt van je leven, wat is dat? Dat is dat. En wat is dat? Dat is mijn vrouw. En hoe heet je vrouw? Dat is Jopie. Hallo Jopie, word je vaker dat genoemd? Nee hoor. Het is gewoon een kanjer. En ze hebben veel emoties nou deze lopen, dus... Waarom? Nou, dat is een heel groot verhaal. Zal ik dat aan Jopie vragen? Want we vragen de hoogtepunten, maar we vragen ook de dieptepunten, Jopie. Ja, het dieptepunt was gisteren met lopen. Maar waarom ben jij nu verdrietig vandaag, of emotioneel? Gisteren was ik heel erg verdrietig, omdat zaterdag 4,5 jaar geleden onze zoon overleden is. Boof. Ja. Dus dat is even dubbel heftig. Ja, ja. En dan zijn jullie toch gaan lopen? Toch gaan lopen. Ja. En speelde hij door de hoofden? Ja. Ja, hij speelde door de hoofden. En ik heb het 2 jaar geleden gehad, 3 jaar geleden. En toen heb ik helemaal alles in het teken van hem gelopen. Dus alle shirtjes, alles. Jeetje. En je hebt het gered gisteren, ja, je bent hier. Ja. Maar het was heel zwaar. Ja, het was heel zwaar. Ja. Hoe heet jullie zoon? Bjorn. Bjorn. En waarom is hij overleden? Hij is een verstandelijk gehandicapte jongen was het en hij is aan kanker overleden. Poef. En dat was 4,5 jaar geleden. 4,5 jaar geleden. En daar moet je dan maar mee dealen. En ik deed alles met hem. Verstandelijk gehandicapte sporten. Ik geloof dat jij weet, Special Olympics, ken je dat? Zeker. Zeker. Dus, en ik ben met hem naar Special Olympics in China geweest. En, ja, en dan valt hij nou weg. En, dus nou maar heb ik haar. En dag 3 helpt ook niet, hè? Nee. Ja, samen met de janken met z'n allen. Komt goed. Je waggelt een beetje. Ja, het is een beetje... drukverdeling is hier nogal extreem. Ja, dus je hebt echt meer dal dan piek op het moment. Ja, op het moment wel, ja. Dit is best wel geconcentreerd even wat doen, maar het gaat super. Is dit het grootste dal in je leven of zijn er nog ergere dingen? Nou ja, goed, als je voet moet verliezen, dan heeft dat een enorme impact op je leven, ja. Hoe ben je die verloren? Door een agressieve tumor in mijn knie. En die zat in het hart van de knie en ja... Heb je geen keus meer, hè? Nee, weinig, hè. Dus ja. Om te overleven, dan probeer je toch... de amputatie te aanvaarden. Super knap dat je meeloopt. Ja, en volgens mij heb je heel veel plezier, toch? Oh, ik wel. Ik geniet ervan, hè. Hoe je van een dal weer een piek maakt, hè? Ja, dat is een kunst, hè. Supergoed. Dank je wel, hè. Sta je. Dank je wel. Ja, oké, okay, hè. Mooi. Ga je gang. Veel plezier. Bye, bye. Ik zei het niet voor niks, hè. Het was echt de dag van de tranen. Maar gelukkig ook van de mooie verhalen en van de ijsbaden, Harry. En je hebt iemand gevonden die erin wil. Ja, deze meneer heeft weer een ontzettend stuk gelopen vandaag en wil morgen fitter aan de start komen. Heeft wat dikke voeten. Dus... Wacht even hoor. Heeft wat dikke voeten? Wat is er gebeurd? Ja, ik zou het niet weten. Ik heb gewoon een hele dikke enkel tijdens het lopen. Ik ben niet geschwikt of zo. Ik kwam zo ineens opzetten. Ja, je hebt van nature al forse kloffies, maar het is nou werkelijk... Ja, vooral links, hè. Nou, ga er maar in. Heb je advies? Ja, voorzichtig instappen. Ik begeleid je even, want vooral niet uitglijden op de bodem. Ja. Vind ik op zich niet erg hoor, als u uitglijdt. Nee, maar... dat dacht ik al. Ja, perfect. Heel rustig beginnen. En wat voel je? Heel koud water. Fijn gevoel voor mijn enkel. Wel fijn, niet in paniek dat je weg wil rennen. Nee, op dit moment niet. Nee. Nou, heerlijk. En wat wil je tegen hem zeggen, Harry? Nou, op het moment dat het onaangenaam wordt, even er weer uitkwam. En dan een keer of 3-4 herhalen. Kijk, deze jongeman die gooit ze er ook alweer uit. Maar als je de onstuitbare neiging voelt om te gaan zitten, dan mag dat nu hoor. Geen probleem, dat zal wel. Ik zou het echt onwijs stoer vinden als je dat nu durft. Op live televisie. Geef die telefoon maar even aan ons. Je durft niet? Nee, ik durf het niet. Oké, hè? Dan slap je aan en zo. Ja, het is te koud. Ik hoop erg dat het helpt. Wat denk jij? Jelma en ik eindigen in het bad, dat kan altijd ook. Ja, misschien na afloop. Ik heb ook allemaal dure spullen bij me. Dus dat kan... Hey, hoe lang moet je erin blijven staan? Tot het allemaal aangedaan wordt. En daarna kom je er weer uitstappen en dan er weer in. Normaal een minuut of 5. En een paar keer erin en eruit? Ja, een paar keer herhalen. En dan kan hij morgen gewoon fluitend de laatste dag lopen? Hij heeft morgen een stuk minder spierpijn en kan fluitend, je kunt fluitend morgen de 4-daagse uitlopen. Je hebt gewoon stinkende mazzel. Ja, zeg dat wel. Dat bedoel ik niet de voeten, hè? Dat bedoel ik niet de voeten. Nee, ik ben er wel blij mee. Dat klopt. Mooi.
Harry, dankjewel. Ja, ik ga eens ondertussen even naar de bar, want daar staan en de weerman en onze marsleider. Oh, en die hebben vast weer wat te melden. Ik dacht dat de bar ging vanwege dat lekkere pilsje wat klaar stond voor. Nou, ik heb een goed cocktailtje, maar ik zie jullie later misschien weer. Dankjewel. Zo, want ik zag hem al van verre staan. Henny Sakkers, de marsleider. Henny, goedemiddag. Dag 3, de dag van de tranen. Maar die zit er bijna op en ik zie weinig tranen en een hele hoop vrolijke, vermoeide, maar hele blije mensen. Ja, maar het was een emotionele dag. Is dat altijd, weet je dat, historisch gezien, dag 3? Ik heb daar geen historische gegevens over, maar ik kan me daar wel iets bij voorstellen. Men krijgt het gevoel, massaal, we gaan het misschien halen. Er is nog maar één dag te gaan. En dat is niet de moeilijkste dag, gelet op de feestelijke intocht. Dat is waar. Maar het is toch gek dat zoveel emotie loskomt. Ook uit dankbaarheid, dat mensen zeggen, wat was het mooi onderweg. Wat voor cijfer geef je deze dag? Ik zou het vanwege ook de weersomstandigheden die toch uiteindelijk weer zijn meegevallen, zou ik het een hele dikke 8 geven. Maar voorzichtig, gelet op de tijd die we nu hebben, het is nog niet gedaan, zoals in Vlaanderen zeggen. Ja, want morgen komt natuurlijk de finish, daar werkt iedereen zich naartoe. Meestal als je het nu haalt, dan haal je het morgen ook wel. Nou ken ik jou een paar dagen. Je bent een hele degelijke, keurige, geswanjeerde marsleider. Maar ik wil toch van je weten in ons laatste live vanaf de wedren interview. Hoe fel gaat het er achter de schermen aan toe? Niet zo heel fel als het woord suggereert. Maar we staan natuurlijk nog steeds wel voor een hele grote klus. En dat betekent dat we ook nu nog, ondanks alle vreugde, de tranen en wat dan ook, wat er aan een emotie is, dat wij toch nog heel erg scherp zijn op de dag van morgen. Maar kan jij echt enorm met je vuist op tafel slaan als het moet? Zal ik het eens een keer proberen? Denk je dat dat duidelijk zou zijn? Ik weet het niet, maar heb je dat in je? Ik denk dat ik het kan. En als het moet, gebeurt het ook. Ja, net die bedoel ik, zie je. Dus af en toe, dan komt het knuisje van Henny eruit. Ik hoop niet te vaak, want het is eigenlijk niet nodig in het team. Ik vond het heel fijn dat je elke dag hier was. Verheug je op morgen en waar ben je? Ik ga mij zeker verheugen op morgen. Zeker als ik dan tegen de klok van 6 kan roepen. Het is zonder noemenswaardige incidenten verlopen. Dan denk ik dat ik heel erg moe ben. Heel erg voldaan ben vanwege mijn eerste vierdaagse. Ja, gefeliciteerd nog niet. Nee. Morgen wel. Ik zie jou misschien wel op de eretribune. We hebben morgen 4 uur lang live intocht. En we gaan veel van je zien, denk ik. Ik hoop het ook. Geniet ervan. Ga ik zeker doen. Draai ik mij flux om. Naar rechts. Jules, je bent er. Ja. Wat wordt het? Ja, ik probeer er nog een buikje uit te persen, maar het schiet niet op met die wolken. Het is alleen maar gunstig vandaag. Ja, heerlijk toch? Hoe verliep de dag? Ja, perfect. Half bewolkt vanmiddag. En een beetje warm, maar alles is draaglijk. Ja, moet je ook niet te druk maken. Ik vond het redelijk benauwd, ja, hoor. Dat is wel zo, ja. Als je in de mensenmassa staat wel, maar als je een beetje door kan lopen, dan ging het best wel. Dus geen 30 graden, 27 graden geworden. Dus ben ik tevreden mee. En het is droog gebleven. Dat is waar. Wat gaat het morgen worden? Nou, een beetje de kopie van vandaag met één ding. Het wordt iets warmer. Dus misschien wegen nog een paar laatste loodjes redelijk zwaar. Letterlijk en figuurlijk. En we beginnen weer met wat bewolking. De kaart hebben we erachter even gelaten. Ja. Nijmegen, overrasseld. Mooie passage door het zuiden. En dan Beers en natuurlijk Kuik. En dan de snelweg naar de Via Gladiola. Beginnen met een wolkje. Toch wat bewolking in de ochtend. Belangrijkste vanmorgen, de watermeloen. Oh. Het blijft een droge lucht, dus je blijft uitdrogen. Zorg ervoor dat je goed blijft drinken en fruit eten. Hè? Maar dan gaan mensen al die komkommers links laten liggen. Die gaan zoeken naar watermeloenen. Druk je duidelijk uit. Gewoon neem veel vocht en fruit. Neem veel vocht en fruit, zo gezegd. Ja. Maar echt zo lekker, je watermeloenen. Ik heb toch geen heerlijk. De zonnetje komt er natuurlijk ook bij. Morgenmiddag, uiteraard, half bewolkt. En dan de brug bij Kuik. Je kan er tot 3 uur overheen. Daarna is hij gesloten. Ja. Wat is dat voor? Ja, dan haal je het toch niet meer, bedoel je? Juridisch, dat zei Henny ook. Je mag daarna met een pontje, daarvoor niet. Je mag niet met een pontje, word je gedisqualificeerd. Maar goed, dan haal je het niet meer zonder hard te lopen. Dus dat kan allemaal niet. Pontje kun je thuis laten. Voor niks meegenomen naar Nijmegen. 29 graden hier op de wedren. Behoorlijk warm, dus ik zei het al. Niet flauw vallen. Tip van mij, al een beetje uitlopen de laatste kilometer is handig. Niet gelijk stil gaan staan. En misschien, ja, geen grap, 's avonds regenen voor me bij. Vind ik helemaal niet erg, laat het maar komen. Ik ook niet. Eerst even bakken op de asfaltplaat voor de wedren. Juist. En dan een bui. En dan een flink biertje erachteraan. Bieren en buien hebben we nodig. Sjoel, dankjewel. Graag gedaan. En maak een hele mooie dag van morgen en het wordt warm. Ondertussen, heb je mooie filmpjes, mooie maffe foto's, stuur ze naar ons. Want wij proppen ze allemaal in een social media blog.
Het zit aan het begin van de Zevenheuvelenweg. Ik moet nog 10 kilometer. Maar mijn voeten doen echt zo pijn. En ik heb van een mevrouw een coolbox. Kijk. Dus ik lig hier heel even te chillen. Ik kan mijn voeten namelijk niet meer buigen. Gaat niet. We zijn er weer. Ze komen nog steeds binnen de wandelaars. Ze hebben nog een dikke 10 minuten. En we gaan eens even vragen of als je het vandaag gehaald hebt, of je het dan morgen ook haalt. Hoi, hallo. Hoe ging het? Ja, goed. Denk ik, want ik ben er. Bijna. Ja. Maar als je... tante. Dit is je tante, die loopt ook. Hallo tante. Carolien heeft ook meegelopen. Carolien, kom wel eventjes hier. Kom er ook even bij. Bijna een blessure van een lompe man. Even een vraag aan jullie. Als je het vandaag nou gehaald hebt, was het moeilijk? Nou, het was best wel zwaar. De zeven hebben waren best wel zwaar. Pittig, hè? Maar we hebben het weer gehaald, dus op naar morgen. Ja, als je het nou vandaag haalt, haal je dan automatisch ook morgen? Zeker. Ik hoop het wel. Jawel, ja, daar gaan we voor. Gaan we zeker. Ja. Wij lopen op karakter, hè? Daar gaan we gewoon halen. Op lijn en op karakter. Ja. Ja. Nou, dat is een goede combi. Dan gaan jullie het halen. Tot morgen, dames. Tot. Veel plezier. Hoi. Zo. Hey jongen. Hoe is het? Heb je het gehaald? Ja, goed. Ja, en dan haal je het morgen dan ook? Ja, zeker weten. Ja, dat weet je nooit zeker. Want meneer Van der Lans had gisteren een beetje problemen gehad, hè? Je vindt het toch een beetje spannend, hè? Ja, 8 minuten te laat, heb ik gehoord gisteren. Dat weet ik niet. Ja, ik vond dat toch wel een beetje, omdat ik hem opvolger moet worden. Mm. Ik hoorde dat hij gisteren 8 minuten te laat was. Dus het is geen goede poging van hem? Nee, zeker weten. Oh, dan moet ik hem nog wel even gaan troosten morgen. Dus ga jij het morgen halen? Ik ga het halen. Zie ik je morgen. Ja, zeker weten. Dankjewel jongen, tot dan hè. Tot ziens hè. Hoi, doeg. Hoi. Hoe ging het vandaag? Ging hartstikke goed. Hartstikke goed, maar je bent echt best wel krapjes binnen. Ja, maar ja, rustig aanlopen. Oh, heel relaxed. Ja, gewoon lekker rustig. Het is je vader? Ja. Kom er even bij, vader. Wat zie je er koddig uit? Ja, wel hè. Lekker hè. Vind ik wel. Ja. Hé, als je het nou vandaag gaat halen, haal je het dan morgen automatisch ook? Makkelijk. Tuurlijk. Wat is dit voor familietrekje, zo zelfverzekerd? Tuurlijk. Er kan iets misgaan nog, hè? Nee, je kan positief zijn, dus... Dat is waar. Nou, 2 jaar geleden ging wat mis. Wat dan? Heb ik je een week... Heb ik je echt ontweken en toen kwam ik je tegen Schotland. Oh jee, was jij dat? William, dat was ik. Jullie gaan het zeker halen. Ik probeer het weer te ontwijken. Tuurlijk. Mooi. Makkelijk. Tot morgen, heren. Ik ga je niet ontwijken. Mooi. Zo, we gaan eens even kijken hoe het hier gaat. Hallo. Nou, is meneer met luchtkoeling. Hoe ging het? Geweldig. Ja? Ja, weer superdag. Jullie zien er veel te blij uit allemaal. Mooie man. Ik vind het zo leuk om jou weer te zien. Wat heerlijk. Vind jou ook wel mooi. Ja. Want toen straks ook weer. Ja, eigenlijk gisteren. Ja, toen zaten wij daar. Ja. Toen konden wij jou niet meer te woord staan. Nee, maar nu wel. Ik wil even weten, je hebt het gehaald, alle drie. Ga je het dan morgen halen ook? Ja, zeker. Zeker? Zeker weten, zeker weten. Appeltje, eitje. Hoe kan dat nou zo makkelijk zijn? Dat is een feest. De sfeer, hè? Gezelligheid, echt. Je wordt in Nijmegen gedragen, geweldig. Ja, nou, ik hoop het maar voor jullie. Ik denk altijd, eerst juichen, pas als je over de finish bent. Ja, dat komt goed. Mooi. Tot morgen. Dankjewel. Heb het goed. Zo, nou, die is erger. Hallo. Even toch een vraag hoor. Hoe erg is het? Heel erg. Vertel het even. Ernstig, het was heel zwaar vandaag. Ja, mensen ontkennen het, zeggen appeltje eitje. Ja, maar dat is gewoon onzin. Dat is gewoon niet waar. Wat is er allemaal aan de hand? Ja, benen, voeten, alles. Karakter ook? Pijn. Ja, eigenlijk ook wel een beetje. Ja, ik heb mezelf heel erg leren kennen nu. Godverdomme. En wat heb je geleerd over jezelf? Nou, dat ik toch wel iets meer moet doorzetten. Ja, dat vind ik toch wel heel erg lastig. Ja. Nou, ben je er en je gaat het halen. En bij deze 2 kanjers ben je er doorheen gesleept. Daar ben ik wel heel blij mee. Dat snap ik. Maar de vraag is, what about tomorrow? Daar gaan we er gewoon weer voor. Ga je het halen? Zeker.
Wauw. Kijk, dat is morgenochtend, hè? Zeker. Middag, sorry, middag. Middag ook, maar morgenochtend ook. Morgenochtend ook. Over Asselt ben ik. Ja, ja, oké. Okay. Je hebt ook iets over jezelf geleerd namelijk. Ja, 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 dat ik... Dat je kan doorzetten. Ja, zo, zo is dat. Doe dat dan. Ja, oké. Mooi, tot morgen. Mooi hoor. Hoi. Zo, doe maar niet. Ja, zo. Hallo. Oh, nog een paar moeilijk kijkende types. Hallo, hallo moeilijk kijkende types. Hoe moeilijk is het? Heel zwaar. Ja. Maar het is wel supergezellig. Ja, viel het tegen? Nou, ja, de laatste paar kilometer altijd even tegen, maar de mensen slepen je doorheen, hè. Dus... Nu een lekker pilsje erbij, dan komt het altijd goed, toch? Je bent nu alweer helemaal blij, ja, maar jullie zagen er redelijk verlept uit, hoor. Ja, 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 dat klopt. Ik ontken hem ook niet. Nee, maar dan is de vraag, hoe ga je morgen aanpakken? Ga je het halen? Gewoon op tijd naar bed, goed eten en dan gaan we wel weer redden. En er staan veel vrienden van ons langs de kant, dus die gaan ons binnenslepen. Veel mensen, dus... Mooi. Het komt goed. Ik zie jullie morgen. En bereid jezelf goed voor. Proost, mensen. Zo, nog even een paar. Jongens, kom er even bij, zo. Kom er even bij. Hoi. Hallo, hoe ging het? Ja, best wel zwaar, maar we hebben het gehaald. Ik ben dood. Belangrijkste. Ja, helemaal dood. Voor een lijk ben je nog aardig vrolijk. Ja, nou, moet je vanavond maar kijken. Ja, maar hoe ga je dat dan morgen doen? Ja, voor mij was het geen probleem. Ik heb hem er vandaag doorgesleept. Ik heb nog energie zat over. Alleen om hem er morgen door te krijgen, dat is onze uitdaging. Maar dan kan je hem nu een startadviesje geven. Nou, ga zo direct slapen en pak een massage en blarenpleisters. Goed voorbereiden. En ga je het morgen halen dan, denk je? Nee. We gaan het zien. En jij? Ja, ik ga het zeker weten halen, 100%. Mooi. Nou, sleep hem gewoon mee. Ga ik zeker doen. Net als jongens, tot morgen. Heel goed. Tot morgen. Hoi. Zo, nog één soldaat. En dan... soldaat, kom er even bij. Hoe was het? Ja, zwaar, joh. Morgen halen? Ja, zeker. Opgeven kennen wij niet, hè? Nee, maar ja, goed, als je dood neervalt, hebben we ook niks aan. Ja, dat is waar, maar 10e keer dus, dat gouden kruisje die komt binnen. Oh, je hebt extra motivatie. Ja, absoluut. Mooi, hoor. Dus nou ja, ga het gewoon doen morgen. En ga je helemaal te pletten lopen en ga slapen op tijd. We komen er. Heel mooi. Tot morgen. Super. We zien elkaar. Mooi, hè? Ja. Iedereen doet wel zo'n appeltje-eitje, maar dat is het niet. Het was een loodzware etappe vandaag. Morgen, de ontlading, de dag van de finish, zijn wij 4 uur live vanaf de wedren. Ik ga jullie allemaal binnenhalen. Stel me niet teleur. Komt alles, zou ik zeggen. Om 7 uur 's ochtends zijn we al live vanuit Over Asselt. En ondertussen kan je ons op Facebook en op heel veel andere livestreams nu nog gewoon permanent volgen. Dankjewel voor het kijken. Tot morgen vroeg. En zeker tot morgenmiddag op de wedren. Het wordt warm, maar het wordt de moeite waard. Tot dan. De kop. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Wensink Mercedes-Benz.